Goedenavond. Je betaalt een smak geld voor dat illegale vuurwerk, maar gelukkig heb ik nog zo'n strijker op de kop kunnen tikken. 1997, het was het jaar waarin Gumus Nederland uit moest. Waarin de campagne Je bent een rund als je met potvissen stunt begon. Waarin het grootste probleem op de Eurotop was, past kool tussen de bordjes. Wie? Past kool tussen de bordjes. Adam, die emmer staat in de fik. Geloof het ook, hè? Ja. Ik weet niet hoeveel geld het vast voor de camera. Er zit ook zo'n bodempje water in. Het is echt een tros. Op alles wordt bezuinigd. Het is ongelooflijk. Nou, kom maar op met die volgende stunt. Dat is een 1000 klapper, die komt bij jullie. Krijgen we nu een aanwijzer? Krijgen we die kool nog? Of? Nee, die zat in die emmer. Door met Japan. We gaan door met Japan. Ja, die was leuk. Dus 1997 was het jaar waarin Japan zijn verontschuldigingen aanbood voor de introductie van de Tamagotchi. Waarin Marco Bakker zelf zijn verwarming aansloot. Waarin Hongkong feestelijk afscheid nam van de democratie. En de kip. Shit. En de kloof tussen arm en rijk groter werd. Welkom bij Dit Wordt Het Nieuws, de koffiedik variant van Dit Was Het Nieuws. We gaan in deze speciale aflevering het komende jaar voorbeschouwen. En we voorspellen nu al dat dit programma eind december wordt herhaald als jaaroverzicht bij de NPS. We hebben in 97 een beetje weinig vrouwen hier gehad. Vind ik zelf niet zo'n heel groot probleem. Maar in 1998 wordt het in ieder geval beter. We hopen ook op een groot aantal politici als gast. Deelname aan dit programma kan namelijk een geweldige boost in je populariteit betekenen. Oh. Ja, dat is echt waar. Zelfs voor jou, Willem. De heer Mateman is hier op misschien een kleine uitzondering. Aan de andere kant, misschien is het voor politieke partijen een idee om politici te sturen waar ze vanaf willen. Dus mevrouw Borst en mevrouw Zorgdrager zijn van harte welkom. Wie hebben we vanavond gevraagd om hun licht te laten schijnen op de voor ons liggende 12 maanden? Naast onze vaste helderziende Raoul Heertje zit een journalist die het de laatste 50 jaar niet makkelijk heeft gehad. Maar dat gaat dit jaar veranderen. Miljonair in spe, Willem Oltmans. Naast Thomas Akda zit de cabaretbelofte voor 1998. Een aanstormend talent. Alle stormen hebben een naam en deze storm heet Gerda, maar we noemen haar Sanne Wallis de Vries. We beginnen het nieuwe jaar keurig met de eerste ronde. Daarin beelden uit het nieuws van de komende maanden, maar het geluid hebben we weggelaten. Met aan beide teams de vraag, waar zal dit over gaan? Voor Raoul en Willem. Oh ja, dit lijkt me een ramp. Is ook een ramp. Misschien dat er in het nieuwe jaar een reisbureau komt voor ramptoeristen. Dat is een tekening. Nee, ik heb een huis. Dat is nat. Dat is behoorlijk nat. Je lijkt een beetje op Erik Hulsebos. Maar wat is die gele lak? Geen reclame, dus het is een flyer misschien van de sirene. Wat is die gele... Je moet je huis... Volgens, hè? Doe ze je huis... Daar heb je hem. Ga direct naar binnen, sluit deuren en ramen, zet radio en tv aan. Dus een nieuw programma wat je niet mag missen. Dat is de baai. En dan moet je dus echt, je wordt opgesloten in je huis. Dat is een satelliet. Ik begrijp er geen zak van. Nee, hoe moet je die dames? Dit is nog een beetje aan jouw tijd. Wat doet zij? Ja, dat is de vraag. Ja, een alternatieve deurmat of zo, ik weet het ook niet. Nee, maar die is niet goed. Die vrouw is niet goed. Die was niet goed. Ons antwoord is, die vrouw op het eind was niet goed. Nee. Dat kan echt niet. Nee, in 1998 niet. Zal er dus één vrouw niet goed zijn. Zes maal lang. En dat is die vrouw. Denk je niet? Ik vind je durft veel te zeggen. Nou, hij zegt er toch niet bij wie het was. Nee, ik... Zeg, weten we wie dat was? Die vrouw? Ja. Nee, ik weet het niet. Jij bent een beetje de journalist. Ja, nou ja. Wie zou het zeg. Kunnen zijn? Een vrouw die in 1998... bij de deur gaat liggen met een doek over de hoofd. Ja, en er waren twee kindertjes die mee naar binnen schoven. Heel gek in ieder geval. Wat is het? Ga ik straks vast wel vertellen. Had je niet nog een paar personen op je hitlist die je er even in wou Nee, schuiven? Ik vind dit zo'n raar verhaal. Dat kan ik geen... Het waren eerst allemaal rampen.
Ja. Er is geen koek van te maken van dit verhaal. Misschien dat er in 1998 geen rampen meer mogen? Zou kunnen. Jullie een idee? Nee, ik vind het idee van... Oh, dat gaat gewoon door, de rampen gaan door. Je laat het zien en dan geef je het antwoord. Ja, ja, dus we doen gewoon de filmpjes en dan zeg ik meteen wat het is. En dan, het schiet lekker op. Is goed. Dat kunnen we. Zijn we om half negen thuis. Dus het was een heel raar filmpje in ieder geval. Ja. Wat is het volgende? Het ging al... Ja. Dat is voor hun, maar dat krijg is het jij niet. Is nog rotter? Waarschijnlijk wel, ja. Zal ik het maar gewoon zeggen? Ja, vertel het maar. Nee, in 1998 wordt een nieuw landelijk rampenalarm geïntroduceerd. Dat was ons filmpje. Ja, dat gaat over. Ik vertel nu wat het is. Ja, ja. Wou je toch zo graag weten, Willem? Ja, nou ja, maar doe dat dan ook. Dat doe ik, luister dan even. Ik ga het nog een keer zeggen. Ga mij nog maar wat champagne. Want... Goed, ondertussen geef ik even champagne. Twee glaasjes. En zeg, het is hou met twee glaasjes. Hou de fles ook gewoon. Ja, heel goed. Ja, en wij dan? Willem, ja, komt hier, hoor. Nee, oh. Jongen, want je begint te dazen direct. Nee. Ja. Daar hoop ik wel een beetje op, ja. Oh, het is mijn eigen ramp. Willem gaat nu zijn... Zijn er niet een boer? Staat hij erop? Nee, 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 het uitknippen. Het komt er. Ik vind het nu al een heel bijzonder jaar. Dan kan je echt... Ons commentaar met het vorige filmpje... Wat onbeschoft. Ja, dit hoort dan. Jij hebt toch geleerd hoe het hoort? Christus. Wat? Dat doen de Chinezen, maar dat doen wij niet. Ja, we hebben goed gegeten. Dus dan... Hallo. Nou. Ben je een aanstormend cabarettalent? Mag je voor het eerst in een tv-programma boer je de presentator in zijn nek? Mag ik op dit moment al reclame maken voor ach, een zeg, goed boek? De staat van bedrog. Heel goed boek van Willem Oltmans, die volgende toevallig week naast mij zit. Dit komt volgende week uit en over twee weken komt er ook een cd uit. Hè? Ja, ja. Maar niet heel eruit goed knippen graag. Nee, 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 dit knippen we niet eruit. Mag ik er wel wat uitscheuren? Ah. Nee, wil je je handen thuis houden? Oh, ik kijk even of ik er ook in sta. Dit met chef d'oeuvre. Nou, ga je, nee, je staat er niet in. Oh. Willem, zal ik het even verklappen wat het net was? Pardon. Concentreer je even. Ja. Komt-ie. In 1998 wordt dus, wat ik net al zei, een nieuw landelijk rampenalarm geïntroduceerd, waardoor niet meer elke eerste maandag van de maand hoeft te worden geoefend. En ook per buurt kan worden gewaarschuwd. Postbus 51 komt in 98 met een nieuwe campagne over de sirene. De nieuwe sirene heeft het geluid van een autoalarm. Dat is het enige waar mensen nog voor naar buiten komen. Per buurt kan er worden gewaarschuwd dat er een ramp is. Voor de andere buurten is er dan een signaal dat je kan komen kijken. Om aan te sluiten op het nieuwe systeem zullen alle landen in het Midden-Oosten worden gevraagd om eventuele kernbommen in 98 per buurt te droppen. Bij rampen moet je altijd naar binnen, ramen dicht en naar de radio luisteren. Daar hebben ze bij de Bijlmerramp erg veel plezier van gehad. Goh. Ja. Ja, het zijn allemaal hele subtiele grapjes, meneer Oltmans. Ja. Je moet echt opletten, anders mis je ja, hem. Ja, ja. Niet te vlug, niet te vlug. Nee, is waar. Dat zeg ik nou ook altijd. Maar ja, we hebben ook jonge kijkers. Hè? Zijn wij nou? Nee, je zit niet in de sauna, rustig. Dat is waar, ja. Ja, zat ik met ja, maar dan heb ik betaald, dan blijf ik altijd heel lang. Voor Thomas en Sanne, nog een filmpje. Een voetbal. Ja, nog één. Oh, twee voetballen. Dat is een doel zelf. Zo. Wat een run. Die staat... Oh ja, moet je opletten. Hij gooit die bal verkeerd uit. Kijk, dank u wel. Wat gênant. Wat erg. Leuk filmpje, dank je wel. Dit is over kindermishandeling. Dat ze die ballen laten ze maken door kindertjes. En elke keer als ze dan een filmpje erover gaan maken, dan komt er een volwassene en die gaat doen alsof hij al die ballen maakt. Er gebeuren hele gênante dingen in dit. Met een nare doelpunt. Oh, wordt getest. Dit is de test. Deze weet ik, deze gaat mis. Wie dankjewel tegen wie is dit? Dat doet er niet om. Daar gaat het niet om. Oh, het gaat om de bal. Dat was belangrijk. Seedorf gaf een bal aan de boer. Dat gebeurt hier natuurlijk nooit. Ja. Ja, nee. Het is een uniek moment. Dat ging zo vlug. Maar waar gaat het nou over? Het ging in ieder geval over het maken van voetballen. Precies, voor de WK 98. Ja. Want dat moeten ze altijd ver van tevoren doen. Omdat vorig jaar bij het EK waren de ballen te licht bevonden. Ja. Wat ja. Dat weet ik nog. Ja. Ik zit weer uit mijn nek te kletsen en jij weet het nog. Nee. Wat champagne. Ja, maar is er nog champagne? Nee, maar dat is ja, nou wel echt waar inderdaad. Want dan ging die bal, die ging, nou, als je van 40 meter schoot, ging je zwabberen. Ja. Ja. Dus? Dat mag niet meer. Nee. Jawel, maar we willen het graag van tevoren weten nu. Ja. Dat is het. Het want... zijn er genoeg. Nou, er wordt nu aan gewerkt. Er zijn maar twee ballen. Ja, heel veel. Ja. Nou, zeg, hou je smerig gepraat. Misschien is dit een goed moment om even te zeggen... Staat van bedrog. Heel goed boek. Wanneer komt het ook weer uit? Volgende week. Ben ik aan begonnen. Het ligt nu al bij de slechte, dus ik zou zeggen...
Sorry. Sorry. Ga door. Niet zo leuk. Het was lullig. Nou ja. Het gaat dus over de voetbal voor het WK, dat is vast goed. Ja. Het gaat over voetbal, ja. Er staat namelijk... Nou weet ik het. Het is namelijk, er stond in een boek... dat volgende week uitkomt... dat die ballen niet goed waren op het EK. Nou pakken we het af. Zeg alsjeblieft. Nee, staat van bedrog. Misschien kunnen we even naar Thomas luisteren. Ik vind niet, Thomas. Ik heb al uw boeken gelezen, hoor. Echt. Ja. Je kletst. Alles. Turks fruit, de kut. Oh, dat is een oude bak. Die zei hij vanmiddag ook. Ik ken ze allemaal. Oh, die had je ingestudeerd. Maar nee, die heb ik even geoefend om te kijken of hij met elkaar sloeg of dat hij ging lachen. Ja. Nou, in ieder geval, die bal die was die bal. Op het EK die was te licht. Dus die zwabberde alle kanten op. Mm-hmm. Hij moet nu zwaarder worden en er wordt nu aan gewerkt. En dat was wat je zag. Je zag een man een zware bal naaien. Ja. Steentje in doen. Een baksteen in doen, dan is het. Kan ook, ja. Zee, ik dacht dat het probleem was met de kinderarbeid. Dat die ballen gemaakt werden door kleine kinderen. Juist. En die werden... Maar dat wou je ook zeggen. Dat heb ik ook gezegd, maar toen hadden hun iets interessants over een boek. Toen hadden zij... Heel goed. Dat is goed Nederlands. En als je goed Nederlands wil lezen, dan adviseer je. De spaan van de bron. Dan wordt het allemaal uitgelegd. Ja. Nou, voor mij is het hoogtepunt geweest. Ja. Je bent ook snel tevreden. Ja. Te geloven. Nou, Nee, ik ga het gewoon verklappen. Tijdens het WK voetbal in Frankrijk zal gebruik worden gemaakt van een nieuwe bal. De tricolore. De bal is gevuld met een bepaald gas, waardoor harder kan worden geschoten. En de keepers het dus moeilijker zullen krijgen. De bal sneller, de doelen groter, terugspelen mag niet meer. Zullen we de keeper ook een donkere bril geven en zijn handschoenen met vet insmeren? Niet zo leuk. Goed dat dat eens gezegd wordt. Dat zouden ze nou... Dat is toch een idee, Willem. Dat ze ook bij het Songfestival meteen gewoon na afloop van elk liedje... Nee, dat is het niet. Ja. Het is vast prettig voor de montage, die kan eruit. Ik wacht met mijn oordeel over de nieuwe bal tot ik weet wat Johan Cruijff ervan vindt. Ja, als we de wereldkampioen mee worden, dan vind ik het een goed idee, zo'n bal. De tricolore, het klinkt als een raar Italiaans autootje dat bij de Elan-test alle pionnetjes platrijdt en dan alsnog over de kop vliegt. Ja, dat is een beetje modern nieuws, Willem. Voor Raoul en Willem, nog een filmpje. Ja. Nou, doe jij nou eens wat. Nee. Zeg nou eens wat, een optocht. Nee, we hebben afgesproken. Maleisië. Vier. God, wat loopt daar? Kan dat even teruggedraaid? Nou, maar als je dat in je vingers krijgt... Nee, wil jij mee? Oh, dit is gek. Nee, dit vind dit ik... Dit is niet gek? Dit is een stuk minder. Het is een gezellig dansje in Amsterdam. Oh nee, daar hou ik helemaal niet. Nee, hou je niet van dansen? Jawel, maar... Niet alleen maar mannen? Wat vind je vervelend? Het is toch ook een lekkere... Nee, ik begrijp daar niets van. Dit is Mathilde Santing. Wie is dat? Dat is een zwemster die ook kan zingen. Maar ze staat in bad daar, geloof ik. Ja, ze staat in bad. Wat doet ze daar? Ja, ik weet niet wat iedereen in kan bad doet. Kan het nog eventjes? Ik weet het niet, misschien. Kan het nog een keer voor Willem? Nee. Ja, maar dan dat hele stuk. Ja, we kunnen het gewoon na afloop eindeloos voor je draaien, Willem. Oké, dat afgesproken. Ja. Mag je net zo lang blijven als je wil. Maar nu is de bedoeling dat wij vertellen waar dit ongeveer over ging. Dat is de bedoeling. Wat denk jij? Of denk je dat je het alleen maar voor jouw plezier hebt gedaan? Nee, dit is de gay games. Het is de gay games? Ja. Ze zijn hartstikke gek. Wat, kan je de gay games, die vind je niet goed? Nou, nee, je hebt niks te vinden van goed of slecht. Maar je hebt toch ook geen hetero games? Het is toch, jawel, waarom is dat nodig? Olympische Spelen is toch voor hetero's toegankelijk? Ja, maar er komt toch geen ding in de televisie. Er komen nou spelen voor hetero's. Ik vind de apartheid die er bestaat tussen hetero's en homo's totaal absurd. Wat in een slaapkamer gebeurt, gaat niemand een flikker aan. Dat is toch wel leuk. Het is wel leuk om naar sport van. Als je nou in een bepaalde slaapkamer een koor breekt, dat is toch leuk? Je kletst uit je nek. Oh, sorry. De mensen moeten gewoon doen. En je moet daar helemaal nooit over praten. Wat je van plan bent om te doen. Of wie je vangt. Maar is het niet leuk? Is het ook een sociaal iets met z'n allen? Ja, maar dan hoef je... Het zou veel leuker zijn als ze het samen deden, de hetero's en de... Dat dus, hebben ze in Zuid-Afrika Maar dan winnen ze dan niks.
Nou, nee, nou niet suf. Oh, dit zijn toch geen goede sporters? Het idee is, het is sociaal. Ik zou ze niet graag de kost geven, hoor, die plat gegaan zijn en die zogenaamd hetero waren. Nee, maar ik bedoel, dit is toch meer een sociaal gedoe? Nee, maar die kan je toch in één pot gooien? Je weet, dat vang je de leukste, hoor. Dat vang je de leukste? Absoluut. Vertel daar nou eens wat over. Nee, zeg alsjeblieft. Staat er ook iets over in je boek? Zeg, wil je even nou weer terug gaan? Laten we hier geen pornografisch... Ons... Nee. Dat is een heel subtiel onderwerp. Maar Willem, ik zie niks. Die vent Willem, ik gooi het even over de andere vleugel. Ja, die vent die krijg je in afloop. Tot straks. Helemaal klaar. Ja, wat valt erover te zeggen? Ja, ga je meedoen bijvoorbeeld? Of... Ik dacht dat het Songfestival ging. Denk je dat ik een pot ben, hè? Nee, ik gooi je ziet wat op. Er zeer pot op. Ja, maar in het pak, het komt er een pak. Ja, zei hey, niet, hoor. Nee. Almans. Even ja, dimmen het nu, spijt hè. Me, maar echt, als ik... Ja. Ik vind jou daarentegen weer heel mannelijk. Het zijn voor mij in courante artikelen. Die homers doen het altijd gaan zijn lotgenoten zoeken. Ja, in courante artikelen. Potten zijn. Daarom hebben we nou juist die spelen voor jullie uitgevonden. Kun je lekker met z'n allen over die hekjes rennen. Met z'n allen over paaltjes glijden en zo. Dan vallen jullie ons niet lastig tijdens de Olympische Spelen. Ja, dit krijg je. Dit ben ik lastig geweest? Nee. Nou. Zodra je mijn gast voor pot gaat uitmaken. Oh ja, dat is toch geen belediging? Nee. Pot is geen belediging? Nee. Ze hebben toch geen tuinbroek aan, dan wel? Waar gaat het nou over? Zullen we naar het volgende filmpje gaan? Ach, dat arme meisje, zeg. Laat ik ben helemaal niet arm en ik ben ook geen pot. En dan gaan we naar het volgende filmpje. Precies. Ik moet nog zeggen wat je het weet is. Niet wat je mist. Weet jij dat dan wel? Nou, nee. Ja. Nou, maar kunnen we gewoon een leuke film draaien? Ja, is goed. Ja. Komt er zo aan. Beetje chips eten, beetje lachen. Ik vooruit met de geit. Ik ga met mijn mannelijke hetero stem er nog even doorheen. Ja, ik ga even vertellen wat het is. Oh, dat wou die even zeker stellen. Ik ga het even zeggen, ja. Willem, je had helemaal gelijk. Van 1 tot 8 augustus vindt in Amsterdam het vierjaarlijkse evenement de Gay Games plaats. Nou, je zal me er niet zien. Dat is voor mij alweer een reden om misschien mee te gaan doen. Homo's en lesbos vanuit de hele wereld zullen het in diverse takken van sport tegen elkaar opnemen. Eigenlijk zou je juist moeten verbroederen, is maar een idee. Maar dat blank en zwart, mannen en vrouwen, homo's en hetero's, allemaal samen gaan sporten. Juist. En dan met een logo met iets van alle rassen erin. Juist. En eens per vier jaar om het bijzonder te houden. Multicultureel heet dat. Het is maar een idee. Ja. Vragen we Willem om het te openen met zo'n fakkel. Sommige mensen denken, gaan we overdoen, komt dat er een man in mijn oor zit te toeteren. Sommige mensen denken dat homo's graag sporten omdat ze houden van strakke lycra kleding en zweten en lichamelijk contact en na afloop samen douchen. Maar dat is natuurlijk volslagen onzin. Homo's houden van sport omdat het goed is voor hart- en bloedvaten. Als je nou stiekem hetero bent, is dat dan doping? Zullen we een ander onderwerp nu... Mag niet door hem heen praten? Nee, dat ga ik hele erge dingen zeggen, hoor. Dan ga je huilen. Nee, dat bewaar ik voor bijzondere gelegenheden. Oké. Okay. Voor Thomas en Sanne nog een filmpje. Film? Ja. Ah, Girls. Girls. Nou, dit doen wij wel even, Willem. Be my guest. Alsjeblieft dat niet. Zijn... Begint dit, is, dit is Jap Jum. Bekende homopaleis Jap Jum. Oh, ja. De Wallen. Hoeren. Nee, dat ben ik. Voordat ik aan cabaret ging doen. Toen je nog niet doorbrak. Leuk. Ja. Kijk, en daar ben ik. God, waar zou ik dat trainerspak hebben liggen nog? De Wallen. Het is echt een leuk trainerspak. Mooi. Kijk, er komt een man met een kladblokje. Die kwam naar buiten. Die heeft even gekeken. Heeft de maten opgenomen van het kamertje. Het zijn ME'ers bij de hoeren. Nou, en wat moeten we ermee? Dit was hem? Ja. Dit weet ik. Dit is, het Rijk heeft geen geld meer om de ME'ers te betalen. Dat is echt waar. Want het is namelijk, ze moeten te veel in actie komen. Dus die jongens krijgen per dienst betaald. Dus het wordt veel te duur. Ja. Dus nou gaan ze in Natura voor een deel uitbetaald worden. En dan hebben ze de laatste maand van december van vorig jaar... hebben ze dus één bataljon ME'ers alvast naar de hoeren laten gaan. Dat zag je, die bloknootjes die keken of het allemaal wel goed ging. Hij is uitermate goed bevallen, dus... Als je weet, als je 300 ME'ers bij de hoeren ziet... dan weet je, er is ergens een rel geweest in de stad. Leuk. Goh. Ik ga ook bij de ME. Of ik ga naar de Gay Games, ik ben er nog niet uit. Wordt dat per uur betaald, of hoe?
wat hoeren lopen? Of ja, dat bedoel ik natuurlijk, daar hebben we het over. Ik heb geen idee. Dit is al een tijdje dat ik uit de ME gestapt ben. Ik was het niet met alle acties eens die we moesten doen. Ik dacht dat er gewoon weer een Eurotop in Amsterdam was. Maar dan op een andere plek. En dat wordt de plek. Ja. Kom je er ooit wel? Oh, maar het gaat natuurlijk over wat er gaat gebeuren. En niet over wat er is. Dit is wat er gaat gebeuren volgens mij. Ja, ja, in 1998. Ja. Oh. Is het niet met belasting? Volgens mij is het met belasting. Volgens mij moeten hoeren, dat zeggen ze al heel lang. Ja, dan moeten belasting hoeren moeten gaan. Daarom ben ik ook mee gestopt. Ja. Wat? Daarom ben ik er ook mee gestopt. Dat je niet moet betalen. Ja. Je bent een beetje de Frank de Boer van de hoeren. Nou. Zijn we gaan. Wie is Frank de Boer? Frank de Boer en Ronald die vinden dat je geen belasting meer moet betalen als voetballer. Want anders ga je het land uit en je krijgt het ook bij hoeren. Anders gaan alle hoeren het land uit. Ik naar goede clubs. Zou dat zo zijn? Ja. Wordt het echt een vreselijk jaar voor me. Ah, de hoeren moeten belasting gaan betalen. Dat is goed. En daarom kan die man het kamertje opmeten. Ja, denk ik. Maar krijg je dan ook een bonnetje met BTW mee of zo? Ja, dat gaat echt niet. En dat dit was denk ik een soort onderzoek dat de gemeente ging kijken. Jij kan het nog niet, maar... Nee, maar bij de tros kan je dat declareren. Naar de hoeren? Ja. Wij gaan altijd voor het programma gaan we met z'n allen naar de hoeren. En, die was te laat, Wil. Ja. Nee, dat kan je niet declareren, maar je gaat gewoon... Hij weet even niks te zeggen. Je mag niet naar de hoeren van de tros. Behalve als je een hondenprogramma hebt en Mart Gauws heet. Wat is dat? Martin Gauws, ken je die niet? Nee. Martin Gauws is een soort hond die kan praten. En die doet daar een programma over. Leuke man. Echt een hele leuke man. Wat kennen jullie veel mensen? Ja. Ik ook, maar op een ander... Op een ander moment. Gaan we weer door nou? Laten we weer door. Graag. Het filmpje ging inderdaad over... Het is nu wij, hè? Nee, nu ik. Dan moet je niet aan de gang blijven. Hij moet even... Ik ga nu. Ik ga even het officiële gedeelte doen, Willem. Mag het? Ja, ga je gaan. Zijn die mensen van het ziekenhuis er nog? Ja. Mag één infuusje kalm hier in de vloeistof bij, hoor. Dit film ging over het legaal worden van de prostitutie in 1998. Nog eens dat onderwerp. Ja, dus dat betekent dat hoeren voortaan belasting moeten betalen. Ik zal proberen dit onderwerp te behandelen. Ik zal proberen dit onderwerp te behandelen zonder het woord aftrekpost te gebruiken. Een van de grootste nadelen voor de prostituees is dat er niet langer zwart gewerkt kan worden. Of er ook vermakelijkheidsbelasting moet worden betaald hangt af van de ervaringen van de klant. Nu hoeren legaal zijn, kunnen ze ook gaan staken. Zo wordt al rekening gehouden met werkonderbrekingen. Dat laatste geeft een hele nieuwe betekenis aan de term coitus interruptus. Ook in deze branche zal klantgericht... Wat? Ja, doen we even over. Je mag niet op de monitor kijken. Waarom niet? Is het een grap mee te lezen? Ik doe net of Harm het allemaal verzint te plek. Oh! Ik ga even. Ik voel een hele goede grap opkomen. Waar moet ik dan naar kijken? Laat maar een spelletje doen. Ik kan me naar de Moet je nou maar overnieuw beginnen? Of nee, niet? Alleen deze, maar die had ik toch even pissen gegeven. Het is opnieuw beginnen. Ik begrijp nu waarom die mensen niet opkomen dagen als jij ze voor het gerecht daagt. Ja. Die willen wel vertellen wat er gebeurd is, maar die worden de hele tijd rond. Ja, maar ik heb dokters van Leeuwen laten halen. Dat is een mooie man, hè? Het is dokters van Leeuwen. Ja. De heer dokter. Ja. Het is een lamstraal, hè? Ja. Dokters van Leeuwen is een lamstraal. Nee, lamstraal. 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 Hele gevaarlijke lamstraal. Het is toch lammestraal? Zullen we nu weer verder gaan? Nee, maar daar is ook net een onderzoek over geweest, hè? Daar kan hij niks aan doen. Dat is een prostaatprobleem. Dan moet je... Nee, daar heb ik niet. Ik heb het over zijn mind. Oh. De hersenen. Ja, daar heb ik het over. Ga even verder. Ook in deze branche zal klantgericht denken voorop staan. Dus veel actie en weinig geouwe hoer. Voor oude hoeren wordt sowieso gedacht aan een fut-regeling. Komt er nog een filmpje voor beide? Eerst voor Ole Willem. We hebben weer een filmpje. Dan moet je niet op mij weten. Het begint al. Dat is een stemhokje. Oh, dat is die Hans van Milo, die kijkt wie die gaat stemmen. Nou. Zeer slappe. Dit is een soort alcoholtest. Hij loopt recht naar de stembus. Dit is altijd zo dom. Dan gaan ze die laten zien hoe mensen kiezen. Ja, er komen natuurlijk verkiezingen volgend jaar. Daar gaat dit waarschijnlijk over. GroenLinks gaat ontzettend verliezen. Dat zijn ze nu al aan het repeteren, dat hij zo scheurt. Maar weet je, wie gaat verliezen? D66. Ja, die gaat ook verliezen. Die zijn de kluts kwijt. Die zijn helemaal in de war. Dat is Ed van Tijn. Die heeft gezegd, ik heb niets meer in de PvdA te zoeken als Goemoes terugkomt. Zeg, en dan moet je kijken.
Dan gaat hij kussen. Oh, heerlijk. En ze wou nog een kussen. Ja. Dat was een losse vlodder. En dit zijn de partijprogramma's. En Els Borst maakt het verschil. Die moet maar naar niemand weet tussen wat en wat. Het is toch raar? Els Borst maakt het verschil. Ken jij die zin? Wat, nee, ik zie het rampzalige kus. Wat is nou het verschil tussen Els en Borst of zoiets? Nee, nou niet zo plat. Oh. Nee, maar ik bedoel ja, gewoon... ik weet niet of zij plat, maar... Nee, dat is heel... Integendeel zou ik zeggen. Deze dame, die redt het niet. Nee. Het is een aardig mens. Ik zag haar laatst bij Albert Heijn in Bilthoven. En ik denk, dat is een aardig mens, maar die kan toch geen partij... Wat had ze al met een karretje? Nou, kijk, daar word je niet... daar word je niet dat hoort niet om daarna te kijken. Maar wilden ze zegels? Nou, ik was niet bij de afrekening. Ik was niet bij de afrekening. Oh. Maar ik zag haar schuifelen en ik denk, god, je bent een aardig mens. Zag je niet dat ze ineens stiekem wat in de zak stopt? Maar ze moet iets... Dat zou mooi zijn als ze jij moet dat iets had. Anders gaan doen. Ja? Wat? Nou, niet die partij. Er wordt de soep met ballen. Ja, het gaat over de verkiezingen. Ik vind het heel filosofisch even. Ga door. Het gaat over de verkiezingen en ja, het stom is, iedereen weet al wie er gaat winnen. Nou, ja. Toch? Het paarse kabinet gaat gewoon door, dat weet iedereen nu al. Mm-hmm. D66 gaat ontzettend verliezen, dat weet ook iedereen al. Ja. Het is eigenlijk... Ze willen allemaal hetzelfde tegenwoordig. Waar moet je op stemmen? Okay. Nou Willem, waar stem jij op? Als je naar Kok luistert, denk je dat het Wolkenstein is. En als je naar Wolkenstein luistert, denk je het is Kok. Nou. Misschien is dat dan ook zo. Ja, het is ook zo. Nou, waar moet je dan stemmen? Ja, ja. Geen idee. Ik ben voor Marijnissen. Ik stem niet. Jawel, je moet wel stemmen. Een journalist stemt niet. Ach, echt niet? Natuurlijk niet. Die is toch geheim? Als ik... Nee, dat heeft toch geen bal mee te maken. Ja, flikker mee te maken? Nee, nou niet twee keer dezelfde bak. Kijk. Sorry. Je mag niet stemmen op een partij als je Waarom journalist bent. Je moet alles. Je bent net als de koningin. Oh. Je bent boven. Er komt toch geen postzegel van jou, hè? Nou, dat is een hele goede opmerking. Ja, daarom zei ik het ook. In het jaar 2050. Kinderzegeltje. Ja. Vindt hij leuk? Vindt de leuk. Enige die lacht. Zo. Nou, jongens, jullie mogen. De spreektijd voor die kant is op. Als je zo doorgaat, dan zeg ik niks meer. Oh, dat lijkt me opeens heel rustig. Jullie een idee? Ik weet niet eens meer waar het over ging. De verkiezingen. Het ging over de verkiezingen. Over de verkiezingen. Van 98. Mm. Leuk. Maar het ging ook heel erg over schoudervulling. Ik zag één keer Kok iemand voelen en dan iemand wegduwen van die is te dik, die schoudervulling. En de tweede keer zag je iemand bij Ed van Tijn voelen en die ging weer door naar de volgende. Oh. En dat kussen, het ging heel erg over elkaar aanraken. Ik geloof dat jij hardop zit te dromen, hè? Ja, dat zou wel kunnen. Ze ziet handen overal. Ja, ik zie je overal. Je zit toch niet op een droogje, hoop ik. Ben jij vervelend? Je was hier gewoon heel aardig, maar je ja, bent maar heel luister nou, wat is dat met handen voelen dat overal? Was, ja, dat zag ik net. Ja. Ik zag net overal je handen ze in nee, ik zie ze helemaal niet vliegen. Nee, er was niks. Nee, ik heb in ieder geval, of ik nou zit te dromen of dat ik het over handen heb, ik heb een betere uitleg dan jij voor dit filmpje. Jij begint altijd weer over jezelf. Dan begint over eerst mezelf? Ja. Oké, okay, ja, nu tell it. Even een vraagje tussendoor, Willem. Is het echt, merk ik dat als enige, maar vind jij jonge vrouwen bedreigend? Hij vindt me aantrekkelijk, dat is het. Oh, nee. Dat is het. Die komen niet op mijn radar. Oh, dus je praat zeg maar in een zwart gat zo'n beetje. Ja. Nee, oké, okay, dat verklaart nou, de dat hoofd. Is wederzijds. Dus wat ik zit hier in een vacuüm, dat is echt even. Ja. Het ging natuurlijk inderdaad over de verkiezingen. Dan moest je wel blind zijn als je dat niet doorhad. In 98 gaat er weer gestemd worden. De strijd om het presidentschap is ontzettend spannend. En er is een heel raar iets met de autocue aan de hand. Wat zei ik? In 98 gaat er weer gestemd worden. De strijd om het premierschap wordt heel spannend. De meeste PvdA'ers stemmen op de PvdA. De meeste VVD'ers stemmen op de VVD. En de meeste D66'ers moeten er nog even over nadenken. De D66-fractie zal zich tijdens de verkiezingen sterk maken voor een relatief hoge werkloosheidsuitkering. Dat is wat je noemt nadenken over je eigen toekomst. Een van de opvallendste deelnemers aan de verkiezingen is de partij Senioren 2000. Senioren betekent dat ze zich richten op de oudere kiezer. En 2000 is het jaar dat ze hopen te halen. Weet u waarom je een stembiljet met een rood potlood moet invullen? Ik ook niet. We kijken naar de stand. Beide teams hebben een even frisse en positieve toekomstvisie en krijgen daarom allebei 4 punten. Ah.
wel een 4 punten. Zelfs jij een 4 punten. Thomas, wil jij je... Nee, Sanne wil nog wel simpel. Zeg, het is heel onbeschoft als niemand wat heeft om daar te veel aandacht op te vestigen. Oké, allemaal met het drinken van Willem. Geen maar hoor. Nee, dan gaan wij zitten pimpelen en dat is aan. Dat kan niet. Het is leuker voor dit kan niet. Dat moet je heel maar, geruisloos. Had je maar geen vak moeten nemen. Sanne, flesje. En niet hoesten in je microfoon, Willem. Nee, ik hoest niet. Ik doe een beetje professioneel. We zijn toe aan de tussenronde. Vraag niet hoe, maar we hebben nu al 2 foto's die in 1998 het nieuws zullen gaan bepalen. Daar mogen de teams een onderschrift bij verzinnen. Na de laatste ronde horen wij wat ze hebben bedacht. De foto voor Raoul en Willem. Ja, dat is onze foto, maar daar hoeven we nog niks over te zeggen. En de volgende is voor Thomas en Sanne. Klaus. Mooi man. Prachtige foto. Dat is voor de kippoel, hè? Mm-hmm. Is het in Rusland ook? Ja daar ook. Ga even door. In de tweede ronde zijn er opvallende krantenkoppen over wat er in 1998 zal gaan gebeuren. Wanneer dat gaat gebeuren is nog niet helemaal zeker. Dat kan nog wel een paar weken duren. Tussen de 1 en de 52. De vraag is, welk artikel stond er onder deze kop? Voor Thomas en Sanne. Brieven aan de toekomst. Toekomst met een hoofdletter. Moeten we naar het hele artikel? Nou ja, wat jij denkt waar dit op slaat. Heb je gelezen? Als een tang. Willem! Zij mogen. Dames gaan voor. Helaas. Sorry, Thomas. Je mag hem ook af en toe gewoon. Mag dat? Maar ja, ze doet er wel verdomd lang over. Nou. Nu gaat het ver. Je krijgt geen champagne meer. Hebben we iets om te gooien? Ja, ik zit erop over te denken. Brief aan de toekomst. Nog een keer. Is het niet iets met dat, omdat er nu beter... Ze gaat stotteren. Willem. Ik vind het echt niet leuk meer. Ja. Willem, doe even net alsof je manieren hebt. Oh ja. Kan niks schelen. Maar een beetje treiteren. Zometeen begrijpen we ook ineens waarom je die miljoenen alsmaar niet krijgt. Ja. Om terug te treiteren. Ja, het is gewoon pesten. Er is trouwens een boek dat u volgende week niet moet kopen. Ga niet naar de boekhandel. Ja. Zo. We halen weer even fris adem. Daar komt die brieven aan de toekomst voor Sanne en nog Thomas. Nog een keer. Is het niet iets met dat deze generatie nu heel goed... dat er niet meer op papier geschreven wordt, maar via de computer... en dat wordt vastgelegd op discs? En dat dus mensen die hun nageslacht nooit zullen kennen... omdat ze dan al dood zijn, hun brieven dus kunnen vastleggen op discs... die dan later dus gelezen kunnen worden door dat nageslacht? Ja. Misschien is het niet het goede antwoord, maar we zijn in ieder geval erg blij dat we een antwoord hebben kunnen geven waar meneer Oldmans niet tussendoor kwam. En hij heeft. Oh, shit, dat is een beetje raar. Nee, je maakt je er niet geliefdig op, Willem. Ik weet geen moer schelen. Nee, dat dacht ik al. Maar... Raoul en Willem, jullie een idee? Maar dat ei is goed gelegd. Ik vind het een hele goede verklaring. Nou, ik weet niet precies. Wij wisten het niet. Ik wil wel wat zeggen. Maar jij bent koninklijk, want jij spreekt in meervoud. Ja. Maar nee. Volgens mij zit een clue in de ding. Zeg per se, wat is dit eigenlijk? Oh, er zit een hoofdletter. Dat ja, wil je zeggen. En de toekomst, dat is namelijk het trainingsveld van Ajax. Ach, schijn dat. Dat is echt waar. Dat heet maak het dat complex, je dat bent. Heet de toekomst. Dat is ja, dat weet jij niet. Jij zit maar de hele dag met Sukarno en dat soort oude penissen. Nou. Maar wij lezen de krant van vandaag. Ik de ga, toekomst is jongen, het trainingscomplex van Ajax. Laat ik je en daar de, gaat het om. Want Sukarno is een hele slechte spits, hoor. Laat ik je één ding zeggen. Ik ga nooit boven de 26. Dus een centimeter, of wat? Nee. Maar goed. Het gaat... Het gaat hier over Ajax. En toch vind ik het een enorme opluchting, die uitspraak. Maar, wat is dat, Ajax? Wat bedoel je daar nou mee? Wat is Ajax is een oude Griekse held. Ja? Nee, Ajax het heeft een trainingscomplex en dat heet De Toekomst. Ja, wie weet dat nou? Ik? Hé? Maar ja, mijn boek komt niet uit volgende week. En ik denk, had ja, ik het maar thuis misschien gelaten. Is het een soort... brief, wie schrijft een... Misschien dat de talenten van Ajax zijn uitgezworven over de hele wereld... en dat die dan brieven sturen hoe het gaat. Nou, zeg. Is het op wat ze gedaan hebben bij de, toen ze een shuttle naar de maan schoten of zoiets? Zo'n gouden plaat erin met toespraken van Martin Luther King... en over de hele geschiedenis van de wereld. En dat hebben ze nu op CD-ROM de ruimte ingeschoten. Ja. Voor wie? Naar wie? Voor het nageslacht. Naar Venus. Naar de heer.
Nee, die woont niet op Venus, die woont op Mars. Ja, dit weet bijna mensen, hij is net verhuisd. En dat komt namelijk omdat hij op Venus had hij nog 3.1. En het is op WordPerfect naar boven geschoten, dus hij moest eventjes verhuizen. Moest even weg, logisch. Ja, het zit in de buurt. Of het is brieven aan... Nee, dit was hem. Ja, maar je hebt ook Tutankhamon, dus toekomst, een oude Egyptische... Volgens mij verpest je nu alles. Wel, nee, dat heeft Willem al lang gedaan. Ik heb vrij schieten nu. Nee. Oké. Okay. Dan moet je wel duidelijk praten, hoor. Ja, dat is waar. Maar je kon niet echt een taalfoutje vinden deze keer. Ja. Kom toch wel, kom toch. Ja, wel. Knippen we eruit. Zijn een pitbull. Nee, ik ga het gewoon verklappen. Een instituut heeft alle Nederlanders opgeroepen om een brief te schrijven over 15 mei 1998. Zodat over enkele eeuwen een beeld ontstaat over deze tijd. Nou. Komt in de buurt, ja. 15 mei is gekozen als vermoedelijk de gewoonste dag van 1998. Waarom? Ja, dat hebben ze zo bepaald, zo gemiddeld. Zo, beetje lente, beetje zomer, beetje mooi weer, niet echt te mooi. Zo. Wie heeft dat bepaald? Dat instituut. Dokters van Leeuwen. Ja. Maar met een mind. Heel raar dat ze jou niet gebeld Totaal hebben. Totaal geschift. Ja. Totaal geschift. Maar goed. Om ze te pesten ga ik op 15 mei zelfmoordplannen maken en een oud vrouwtje beroven en helpen in een dierenasiel en mijn vingers in het stopcontact steken en mezelf helemaal insmeren met appelstroop en op straat vragen of mensen me willen aflikken. En dan weet ik wel over wie er in 2010 gepraat wordt. Toch is het wel nuttig. Als iedereen had opgeschreven waar hij op 23 maart 1997 mee bezig was, dan hadden we de dader van de moord op Carlo Picorni nu te pakken. Tenminste, als Feyenoord supporters konden schrijven. Voor Ola en Willem, koningin breekt met een traditie. Koningin breekt met... Nou, daar moet jij echt wat van weten. Koningin breekt met een traditie. Ik in 1998. Zou ze geen hoeden meer dragen? Of? Geen hoeden? Ja. Nee, is dat een traditie? Nou, ze draagt hoeden te pas en te onpas. Dat is in 1998. Of is het misschien... Nee, ik denk, er mochten geen niet getrouwde paren toch op het paleis. Dat heb ik je nog gezegd boven. Jij zei... Die paren, die moeten getrouwd zijn en zonder een geregistreerd te zijn, mogen ze niet bij de koningin op bezoek. En dat is nou geëindigd. In 1998 mag gewoon iedereen op bezoek? Iedereen, maar Kok moet wel even het lijstje kijken. Is het niet misschien dat het is... Nee, dat is het. Klets nou maar niet. Nee, maar we moeten wat meer mogelijkheden geven. Nee, ja. Nee, dat ja, is jawel. Man, doe toch niet zo stront en geweest. Ik doe... doe jij al 40 jaar en ik doe het nu 10 minuten? Nee. Ja. Ga je volgens gaan? Mij is de traditie... Het is een beetje persoonlijk, maar de traditie is volgens mij... De koningin, als ze... geslachtsgemeenschap heeft gehad. Ach, scheid toch uit, dan gaat het weer. Nee, dat is... nee, luister nou eens een keer, man. Dat is al lang afgelopen, man. Nee. Misschien nu, maar... Nee, niet nu. Nee, dat is juist, dat is het hele probleem. Nee, zij heeft geslachtsgemeenschap en dan normaal loopt ze... God. Als ze dat geslachtsgemeenschap hebben gehad, dan gaat ze daarna even naar de wc. Want zeg, vrouwen, ik dat niet dat ik je niet. Dit zou doen. Ik ook niet. Ik weet ook niet waar ik heen ga, maar in ieder geval... normaal gaat ze dan even naar de wc. En ik denk dat gaat ze toch iedereen. Volgend jaar... Ja, en dat is juist een traditie waar zij mee gaat breken. Dat kan niet. Zij blijft eindelijk gewoon liggen. Niet, jongen, dat zij blijft kan liggen. Helemaal. Dat vindt koningin beter de fles. Of hoe? Wat nou in een fles? Ja, ik heb dat meegemaakt in een ziekenhuis. In een fles? Het moest in de fles. Wat moest je in een fles? Nou ja, je weet wel wat. Handen wassen nee, in een fles. Ja. Het liquide gedeelte ging in de fles. Van de geslachtsgemeenschap? Ach, schijn dat toch uit. Die Chateau is... Oldmans? Zegt die... Gadverdamme, dat is toch een gek verhaal? Dat is toch een gek verhaal dat je vertelt? Ja, ik maak het heel mooi. Ik zeg gewoon geslachtsgemeenschap. Nee, maar ze gaat even naar het toilet, heel beschaamd. Ja, maar daar kan je over de maai zeggen. Jij begint met, stoppen in een fles. Dit is geen onderwerp op nieuwjaar over de majesteit. Okay. Als het waar is wel natuurlijk. Nee, daar hebben we helemaal niks mee te maken. Ik ga het hele jaar niet opletten. Laat er toch lekker doen. Wat? Dat ging ze ook alweer doen? Ik denk dat ze niet meer naar het toilet gaat nadat ze het geslachtsgemeenschap heeft gehad. Nee, misschien naar het bidet.
Ik weet het niet. Ik ga even over naar een andere vleugel, Willem. Laten we eens even iets laten zien. Okay. Dit kan geknipt. Ja, ik zou gokken op de hoedjes, maar dat verhaal van in die fles is ook wel goed, hoor. Wacht maar, jongetje. Het zou jou ook wel eens overkomen. Ja, dankjewel, Wil. Oh, god. Ik denk ook het hoedje, maar... Misschien een plaats in het hoedje? De combinatie? Alles apen ze na, hè? Aan die kant. Helemaal niet. Nee, hoor, ik zou het ik zeg hoedje, zijn hoedje. We hoeven toch niet te vechten? Het is de eerste dag van het nieuwe jaar. Ja. Het is nu al vechten. Nou, een beetje de schwung erin brengen. Nou. Goed, de koningin breekt. Kunnen we naar het volgende? Oh, nee, stop ze met het voorlezen van de troonrede. Mm-hmm. Nee? Met de gouden koets. De kerstboodschap. Nee, dit zou kunnen. Ze gaat scheiden. Als eerste koningin gaat ze nou eindelijk eens een keer gewoon... Ze geeft gewoon toe van wat wij hebben is geen liefdeshuwelijk. Onze baby's waren geen liefdesbaby's. Daar wil ze eerlijk vooruit komen. Nou, 1998 wordt het jaar van de openheid. Dat laat me nou even uitpraten, Willem. Ja, schatje. En zij komt er eerlijk vooruit van, er is geen liefde, dus kunnen we maar beter uit elkaar gaan. Nee, maar dat is dat gaat er gebeuren. Waarom? Want Juliana is tot op vandaag idolaat van prins Bernhard. Nou, had Juliana al willen scheiden, maar die kwam maar die is ook nog geen koningin meer. Nee, Willem, dat was over juffrouw Hofmans. Willem, heel even, maar Willem. Het is 1998. Mm-hmm. Ja, we hebben Beatrix. Ik gok dat ze in 1980 aan het bewind kwam. Dat ik geef u over aan mijn dochter. Die speech zo, zo moet je niet praten. Over. Nee, dat was de beroemde speech. Ik kreeg thuis een brok in mijn keel. Zo juist. En toen geroezen moest nee, maar ik vind jullie flauw. Dat is een nieuwe generatie. Juist. We zijn 18 jaar verder dan jij op dit moment. Nee, dat hoeft voor jou is al lang uit. Je bedoelt, je bent... Al 18 jaar uit. Je bent verder achteruit. Nee. Want wij spraken... Juliana was eerst koningin. Ach, het is niet waar. Daarvoor. Toen was jij er niet eens, man. Ja, natuurlijk was ik er wel, man. Ik heb je toch op het potje geholpen. Met kunnen die fles. We kunnen door. Wat was het goede artikel, Willem? Dat is de keuze tussen nog een keer Erik Hulsenbos of Willem Olmans. Ja. Daar komt hij. Welke traditie brengt de koningin mee? De koningin viert op 31 januari uitgebreid haar 60ste verjaardag. Roel van Duin heeft nu al gewaarschuwd. Ja, Roel van Duin heeft nu al gewaarschuwd het feest niet te groot te vieren, omdat anders rellen zullen dreigen. Dus? Ja, maar dat is een vervelende vent, die Roel. Ja, dat is nou een vervelende. Dat is nou echt. Die gaan we ook zeker niet als gast vragen. Dat lijkt me... Die lult er volgens mij steeds doorheen. Mag ik nog wat zeggen? Harm, je praat om meneer Oldman, zeg. Ja. Vervelend, zeg. Laat hem nou gewoon zijn autocue voorlezen. Kom op. Hij heeft hier 3 dagen aan gewerkt. De koningin heeft in haar kersttoespraak gezegd dat ze meer handgeschreven brieven wil. Maar liever niet van Klaus en Bernhard. Waarom? Er komt ook een nationaal cadeau. Er is geld ingezameld en we kopen een andere zoon. Ik vind dit niet gepast. Hij moet dus zijn tekst doen. Roel van Duin heeft gedreigd met rillen. Roel van Duin heeft gedreigd met rillen. Oeh. Daar zal ze van opkijken, die koningin. Ik denk dat er rellen staat. Ha? Voor mij staat er rellen. Ja, ga ik nu zeggen. Mooi. Roel van Duin heeft gedreigd met alle groenen het galadiner te gaan verstoren. Beatrix reageerde met de woorden... Geen probleem, dan dekken we gewoon voor 4 man extra. Voor Thomas en Sanne. Ik wil geen Benny Nijman-vloer. Ja, wie is dat? Tja, is gelukkig niet jouw opgave, Willem. Dit gaat over sponsoring. Oh ja, wie wilde nou wel een Benny Nijman-vloer? Hoewel, als hij over 80 vierkante meter uitgeplet... met een paar leuke geulen erin... dan vind ik het eigenlijk wel een goede... Dit gaat over sponsoring. En ik denk dat het... Dat het voor kleine... kunstdingen is die niet gesponsord willen worden door Benny Nijman. Voor theaters? En wel de, voor kleine theatertjes. Kleine theaters redden die willen wel bijvoorbeeld een Wieteke van Dort garderobe, maar geen Benny Nijman vloer bijvoorbeeld. Ja, ja. Dat is wel goed. Dan hebben we een suggestie. Dan moeten ze de set Geikema toiletten openen. Ga ik zeker, en dan moet je in die porseleinen pot zo'n heel klein fotootje van Seth Geikema. Dan moet je dan op richten. En dan daarop mikken. En dat is ook handig, want het is ook heel goedkoop. Want Benny Nijman die,
heeft dat nodig, die sponsoring, zeg maar. Dus dat is gewoon gratis. Benny Nijman vloer. Ja, iemand heeft het gezegd. Zoiets? Nou, heel iemand interessant. Heeft gezegd, is het, nu, ik kom nu jullie op het idee, is het niet van Showbiz City? Daar heeft toch alles een naam? Showbiz City? Ja. Oh, ja. Uitspreken als Showbiz City, hè? Is dat van de N? Nee, maar jij bent een belangrijk man. Ja, maar goed, maar de enige manier daar gaat toch geen hond naartoe? Jawel, maar we moeten het uitspreken als Showbiz City. Maar dan wordt het een afgang om er naartoe te gaan. Dat doe ik expres. Waarom? Want als iedereen zegt Showbiz City, dan is het gênant om er naartoe te gaan. Het vloog de kant uit. Maar ik denk dat is een smakelijk verhaal. Ja, maar daar gaat het ook om. Dus. Ik denk, nee, dit is echt, dit is jullie verhaal, maar daar heeft alles een naam. Ach, dus er is iemand die dat. Maar er is dus iemand anders gezegd, die dat niet we wil. We gaan tot en met B en C en D artiesten, maar Benny Nijman, dat doen we niet. Gewoon. Ja, wel dan heeft Joop van den Ende dus gezegd. Ja. Maar. Ja. Maar ja, die wil dat juist. Dat toch tegen heb ik gelegd. Ja, dus. Ja, waar. Dan is een Benny Nijman-vloer niet ver weg. Maar het is wel veel. Maar juist daarom, het was net even één stap te ver, maar daar begint hij niet aan. Dat is een smaakkwestie. Veel reclame voor die man, wie is die? Benny Nijman is, een zanger. Dat is een van zanger. Liedjes, heel gek. Vroeger zong hij heel veel pantomime, maar het was geen succes. Toen is hij liedjes gaan zingen, nou, mijlenhoog in één keer. De teksten zijn al in boekvorm, volgende week verkrijgbaar. Ja. Zeg, ik praat weer gewoon. Ja, maar ik denk dat ik probeer iets grappigs, maar... Ja, maar doe niet meer gek. Zinloos, nee. Benny Nijman heeft het officiële lied voor de Gay Games 98 geschreven. Tenminste, had hij al tijden geleden geschreven. Oh, is dat zo'n probleem? Die van die vrijgezel. Ja. Dus, en een vrijgezel die gaat pas slapen als hij alle sterren heeft gezien. Had je gedroomd. Mm-hmm. Ja, het woord sterren moet je even interpreteren. Kunnen we door? Nou... Dat vind ik leuk, hè? Dat vind ik leuk. Ja, dat lachen. Ja, onze beschaafde man. Ja, onze Ben is met erin. En dan te weten dat het 25-jarige jubileumconcert van Benny Nijman Gouden Regen heette. Echt waar. Ik wil geen Benny Nijman-vloer was een citaat van Titus Muizelaar... over de op handen zijnde verbouwing van de stad Schouwburg in Amsterdam. Juist. Wat er dus gaat gebeuren is dat voor heel veel geld een schouwburg verbouwd wordt... zodat Toneelgroep Amsterdam, een zeer zwaar gesubsidieerd gezelschap... daar elitaire stukken kan gaan spelen voor een elitair publiek. Dit meen ik natuurlijk niet, maar het leek me wel eens lekker... om een ouderwetse trosmening te verkondigen. Voor Raoul en Willem. Oh ja? Een malotige strijd. We mogen eindelijk weer wat zeggen. Jij had iets, geloof ik. Een malotige strijd. Ierland. Ja, het is gewoon elke strijd. In 1998 gaan weer allemaal mensen met elkaar strijden. Wat eigenlijk nergens op slaat. Maar dat is altijd, ja, het is een heel... beetje een cliché, maar... De meeste mensen zijn nu aan het strijden, terwijl ze eigenlijk niet weten waarom. Maar die zijn gewoon opgegroeid van, wij zijn aan het strijden. Zoals in Noord-Ierland. Bijvoorbeeld de katholieken en die protestant, die strijden gewoon. We zitten nou wel een hoop onzin te kletsen. Maar als je nou kijkt naar de dollar en de valuta van de... Aziatische landen, Japan, Zuid-Korea. Doe nou even gewoon, zeg. Ja. Hang nou eens op! Ik denk dat het wel ergens staan. Nee, ga door. Ik weet dat je alleen maar... Maar nou, dan moet je even denken. Dat is serieus. Okay. Dus... Zuid-Korea krijgt even $54 miljard. Dat is ruim 100 miljard gulden. Ja. Indonesië krijgt hetzelfde. Al die landen worden... Maar van wat... Waar komt dat geld vandaan? Het is gewoon Monopoly spelen. Ze spelen echt Monopoly onder elkaar. En het eind van het lied is dat we allemaal naar de bliksem gaan. Nee. Dat vind ik een malotig geval. Dat er miljarden worden gepompt in al die landen... waar niemand van weet waar ze van komen. Het is gewoon, ze worden in de computers gezet, maar niemand heeft ze. Amerika heeft $3 triljoen schuld. Waar komen ze vandaan? Ja, je kijkt naar ze stom. Nee, ik denk. Ja. Je vroeg of ik dacht. Vergeet het, je hebt te weinig gegevens. Kijk. Ik ben al lang miljonair, jij moet nog worden. Nou, ik was het.
Ik was het, maar ik ben kaal geplukt. Ja, door Luns. Door de rotzakken. Door Luns. Maar, is het niet gewoon een uitspraak van jou, Willem? Dat staat allemaal in dit boek. Maar, ja, nee, laat maar geen reclame gaan maken. Nee. Volgens mij is het... Het is een uitspraak van Willem Oltmans. Nee, maar dat... Zijn malote gestreden. Toch? Niemand bij zijn goede hoofd gebruikt het woord malotig. Dan zitten ze stom te lachen omdat jij mijn stem af en toe een beetje overslaat. Ja, dat is meer omdat je zoveel cijfers noemt. Maar wat denken jullie? Wat denken jullie van die malotige strijd? Nou, of het over geld gaat, weet ik echt niet. Nou, maar dat vind ik... De gay games, denk ik. Wat? De gay games. Ja, dat zou kunnen. Het zit er niet ver naast. Het is hopeloos. Dat was je eigen mening. Alleen nu heeft het iemand anders. En als je niet steeds denkt dat ik je aanval, dan had je gehoord dat ik het nu eigenlijk met je eens ben. Ja. Ja. Willem? Ja. Je bent toch een beetje... Het is toch wel een actrice. Nee, het is toch een hartstikke leuk meisje. Ze acteert goed. Nee, helemaal niet. Wij zijn niet tegen jou, meneer Oltmans. Nee, echt niet. Welke toneelschool? Je denkt van tevoren dat ze tegen je is. Dat zijn we niet waar, man. Wij zijn niet tegen u. Volgende onderwerp. Zullen we door? Ja, ik ga het zeggen. Per 1 januari 1998, per vandaag dus, wordt het familierecht gewijzigd. Kinderen kunnen de naam kiezen van een van hun ouders. En homo's kunnen hun partnerschap laten registreren. Een aantal homoparen is nu bezig met een wedstrijd om het eerste stel te zijn dat zich in Nederland officieel heeft laten registreren. Aanvankelijk leek Sugar Lee Hooper de strijd te winnen. Ja. Speciaal voor haar zou op nieuwjaarsdag het gemeentehuis van Kaatsheuvel opengaan. Maar er is nu een ander stel dat lijkt te winnen. Die hebben een reis naar Australië geboekt en door het tijdsverschil dreigen die alsnog aan het langste eind te trekken. Mijn moeder was verbaasd dat Sugar Lee Hooper lesbisch was. Ik was verbaasd dat het een vrouw was. Dus even voor de duidelijkheid, als Jos Brink en Frank Sanders gaan trouwen, dan is dat een homohuwelijk. Als Sugar Lee Hooper en Hans van der Tocht gaan trouwen, dan is dat geen homohuwelijk. Nee, dat is een mislukking. Maar wel een heel grappig huwelijk. Oh, niet door hem heen praten. Ja, sorry. Ja, het zit niet in de aard van het beestje. Was al klaar, of niet? Oh, nee. Niet moet spuken. Wat zeggen. Nee, sorry. Moet babbelen doen, Willem. Ja. Maar als jij nou... Heb ik nu acht keer aardig gevraagd, maar moet babbelen doen. En wijzen zo. Nee. Zo. Willem, wat ik nou echt wil weten, als je dat wil vertellen. Ja. Wat gebeurde nou precies vlak voordat je Adriaan van Dis in zijn gezicht sloeg? Heb je dat gedaan? Nou, ongeveer waar wij nu zitten, denk ik. Wat gebeurde er nou? Ja, het lijkt alsof ik een tester ben. Dat is een stomme vraag van die Willem. Vertel eens. Ik heb het alleen maar gehoord. Ik sla nooit. Dus ik heb natuurlijk van Dis nooit... Je hebt hem niet in zijn gezicht geslagen? Natuurlijk niet, dat leren wij niet. Heb je gespuugd? Wat? Ook niet. Oh, nee. Hoe kom je er dan? Waar gaat het dan over? Oh, pardon. We hebben de degens gekruist in praten. Oh, ja. Die stond in de krant, in de coulissen. Ja, dat kan. Dat is helemaal niet waar. Niet? Nee. Oh, God. Maar je moet de kranten niet geloven. Nee, dat doe ik al uit. Het enige wat je moet geloven is dit boek. Godverdomme. Ik doe echt mijn best voor je, hoor. Moet je het zelf weten. Is toch een primeur dit, hè? Willem Oltmans verwerpt eigen werkje. Eigen boek. Was het maar zijn eigen werk. Had ik niet. Alles voor die man moet doen. Alles heb ik geschreven. Met dank aan René Diekstra. Ik heb me kapot zitten typen, man. Nu hebben we het eerste homohuwelijk, maar er komt een dag dat als je zegt, ik ga trouwen, mensen zeggen, ik wist niet dat je homo was. Er zijn mensen die zich meer opwinden over het homohuwelijk dan over de honger in de wereld. Die wonen op de Veluwe. Wat is dat? Hoe is het met de stand? Het team van Raoul heeft de frustraties van het afgelopen jaar nog niet verwerkt en strompelt verder met 6 punten. Dat zijn er 4, dus doen we even over. Je hebt gewoon niet gescoord, Willem, deze ronde. Nee, Jezus. Maar we zijn hier niet om te scoren. Nee. We zijn hier om de waarheid te vertellen. Oh ja. Maar dat vind je alleen niet. En een boek te pushen. Even zien. Ga vroeg, wat is dat, de Veluwe? Zo, jongens, nu mogen jullie het. Hoe is het met de stand? Het team van Raoul heeft de frustraties van het afgelopen jaar nog niet verwerkt en strompelt verder met 4 punten. Maar het team van Thomas werkt constructief aan een zonnige toekomst. Ook wel eens leuk voor de verandering. Met 6 punten. Komt om. Ja. Zijn de 6.
kraakje eronder. Dat is niet eerlijk. Nee, maar... het leven is niet eerlijk, Willem. Spannen ze een kort geding aan. Hebben jullie de champagne? Is er nog champagne? Ja. Mag ik deze kant op? Wat een ontzettend trotsprogramma. Is er nog champagne? En hou het maar meteen. Hou maar, want die krijg je niet meer. Ik vind het steeds leuker. Ik vond het wel ontzettend sfeervol met jou, Willem. Nou, zullen we nou door? Ga er even. Kijk, dat kan zij nou niet hebben. Er moet iemand met de bus nog. Nou, ze kan meer champagne hebben dan jij, volgens mij. Oh, wat onbeschoft. Elke keer. Elke keer als jij Sanne aanvalt, sla ik terug. En ga ik voorlezen uit je boek. Ja, dan krijg je. Dan krijg je. Moet je dat pissen, Willem? Zou ik het nu doen? Misschien moet jij ook aan het vatten. Ja, het moet wel, maar ik wacht nog. Oh, je wacht nog even, ja. Zweet al lang niet meer, makkie dit. Het is hier weer ongeveer 138 graden, want die energie van meneer Oldmans die knapt zo in mijn nek. Dus... microfoontje is ook weggezakt. Echt, god. Waar komt hij van de... Hij gaat nou jouw microfoon erin doen. It's about time, hè? Het is wel op het randje, hè? Ja. Haal ik mijn fles maar bij me. In de derde ronde gaan we op zoek naar ongewenste vreemdelingen. De teams krijgen vier foto's te zien en de vraag is... wie is de Vietnamese lumpia tussen de appelbeignets? Voor Raoul en Willem. Vier keer de leukste thuis. Richard Krajicek. Michael Jackson. Jack Spijkerman. En Freek de Jonge. Krajicek. Krajicek? Natuurlijk. Waarom dan? Die heeft toch niks met die andere drie kloten? Ja, die anderen hebben heel veel met elkaar. Ja. Dat bedoel ik. Nee, je kan het zo zien. Kijk, een tennisser heeft toch geen moer te maken met die andere kerels? Nee, maar een blanke neger heeft ook niks met... Maar waarom prak je er een etiket op, man? Het is gewoon een vent. Niet denken in terms van blank of... Oké. Nou, het zijn allemaal gewoon venten. Ja. En op de vrije markt. Nee. Krajicek is met Daphne Dekkers. Ja, maar ik had het over dit ventje. Is die op de... Nee, die heeft ook een vrouw, hoor. En pedo is die niet? Een pedo? Nee, een jongetje van een... Nee, is hij pedo? Ja. Een jongetje van een tandarts is plat gegaan. Een jongetje van een tandarts? Ja, dat heb ik gelezen. Is plat gegaan in het algemeen of met Michael gelezen, in de krant gelezen. Ah. Ik vond het vrij onsmakelijke gedachte. Wat, een tandarts? Nee, die jongen met die... Nou ja, zeg je, jongen. Wat voor blad was dat? Het was niet panklaar, het was idioot. Als je nou inderdaad de homo games, kijk dan ook de pedo games straks. Oh, ja. Je wordt wel vervelend, hoor. Ja, goed, hè. Is er niet iets met kinderen? Want Richard Krajicek, die zijn vrouw, Daphne Dekkers, is in verwachting. Ja, dat kan. Michael Jackson... Die is niet in verwachting. Nee, hij is zelf niet. Nou, en? Maar hij heeft al een kind, dat is genoemd naar de vader, heet de reageerbuis. En volgens mij is die vrouw weer zwanger. Ja. Ja. Van een meisje. Van een meisje? Ja. Is dat ook al bekend? Ja. En Jack Spijkerman, baby, dat vind ik ook. Ja, die kent wel een kind. Ja. Nou, en Freek de Jonge niet. Die heeft al twee kinderen. Maar die weet niet hoe het gaat. Jawel, want die heeft al twee kinderen. Oh, dus twee keer wist hij hoe het ging. Hij kent het klappen van de zweep. Nou, ik weet niet of hij meteen met zwepen en zo. Oh, god. Je kan tegen jou niks zeggen. Nee, ik ben een gekkie. Hij is echt waar, hoor. Ja, ik sta bekend als gek. Kierenwiet hier. Heel veel mensen, ja, die zeggen Van Danzig, die is goed, hoor. Van Danzig. Voor die gevallen als jij. Ballet. Ja, ballet? Even ballet tussendoor. Ik ken ballet. Ik heb jou altijd aan het ballet gezien. Ik heb het over een psychiater. Oh. Ik wurg die zwaan van het zwanenmeer. Is Rudy van Danzig psychiater geworden? Rudy van Danzig? Die is toch dood? Ja, laten we het gezellig houden. Maar dat meen ik serieus. Nee, dat bedoel ik echt niet grappig. Is jullie van Danzig dood? Maar niet helemaal dood, nee hoor. Oh, okay. Wat het ook kan zijn, ja. Zit ik ineens... dit is echt... Nee, let even op. Kijk me niet zo raar aan. Ik heb iets goeds bedacht volgens mij. Richard Krajicek, die is van zijn vriendin. Die speelt nu in de film Tomorrow Never Dies. Ja. Dus dat is dat... Ja, klaar. Volgende punt. Oké. Okay. Freek de Jonge zingt een lied, Er is leven na de dood. Ja. Dus er is iets... Zingt Michael Jackson een lied over na... Dat wie vraagt dat? Je aan jullie. Je hebt gespeakt. Nee, dat denk ik echt. Vader 2. Michael Jackson zingt een lied over... Nee, Tomorrow Never Dies. Dat is dat je dan leven altijd naar de dood doorgaat. Ja. Dus leven na de dood. Dus misschien heeft Michael Jackson ook iets moois van... Eigenlijk gaat altijd alles door. Dat vind ik altijd een mooie gedachte, dat alles doorgaat. Nou, het dat gaat vind zeker ik echt, hoor. Niet door, hoor.
Nee, dat vind ik. Hmm. Heeft Michael Jackson Angelito? Ja, ik volg Michael Jackson al jaren. Ik denk steeds dat hij elke week hetzelfde nummer uitbrengt. Ja. Ik vind wel dat hij een rare neus heeft gekregen. Dat is geen echte neus. Nee, hij had beter zijn eigen neus kunnen houden. Ja. Dit is geen echte neus. Die zet hij op voordat hij opgaat. Ja, echt waar. Van die opzetkartonnetjes. Ja. Die boetseert hij. Het is jammer dat hij dat gedaan heeft. Ja. Ja, terwijl... Ja, vind ik ook. Zullen we ik zit even naar jouw neus te kijken. Nou, nee, die is best van mijn recht van mijn moeder gekomen. Jullie een idee? Nou, ik denk wel dat het iets met baby's te maken heeft. Ik denk dat Raoul in de buurt zit, maar dan moeten we Michael Jackson of Jack Spijkerman. Nou, kijk, als het zo is, maar ik weet niet of het zo is, dat de vriendin van Jack Spijkerman zwanger is, dan hebben die drie mannen allemaal een zwangere vrouw. Ja, dat is behalve Freek de Jong. Ja, klopt. Ja, nee, van alle drie is nu al bekend dat ze in 98 vader zullen worden. En met Freek de Jonge lukt dat niet meer. Die heeft zich laten steriliseren. Oh? Joep van het Hek kan de aandacht voor de sterilisatie van Freek heel slecht hebben. Dus heeft Joep besloten binnenkort zijn hele geslachtsdeel te laten weghakken. Zaka! Heel goed. Ja. Ik wil er wel bij zijn eigenlijk ook. Lijkt me wel. Michael Jackson wordt dit jaar behalve vader ook 40. Maar een deel van hem zal nog lang jong blijven. Zijn neus is namelijk pas 7. Dus toch die neus, ja. Ik wist niet dat dat kwam. Ooit hoorde ik een disjockey. Ik zat gewoon in de auto, een beetje aan het rijden. En toen zei een disjockey ineens... En wie zijn de jarig vandaag? En toen noemde hij een hele lijst. En toen zei hij... En sommige delen van Cher zijn vandaag 54 geworden. Dat is de eerste en enige keer dat ik een ongeluk gehad heb. Ik moest zo hard lachen. Richard Krajicek heeft verklaard dat zijn agenda zo vol is... dat hij maar één keer met Daphne Dekkers heeft geslapen. En het was meteen raak. Hij zal zijn kind daarom ook Ace noemen. Voor Thomas en Sanne, 4 achterstandsgebieden. Den Haag. Friesland. Dronten. En Enschede. Makkie. Paul komt namelijk uit Dronten, mijn collega in het kwaad van het cabaret. En het is namelijk dat Wassenaar, Friesland en Enschede hebben allemaal geen problemen en zo. En de mensen in Dronten hebben afgesproken dat ze in 1998 gewoon gaan toegeven dat ze uit Dronten komen. Draaien ze niet meer omheen. Dat zegt, die zal er maar geboren worden. Waar is Dronten? In de Flevopolder. Het staat er ook op als je goed kijkt. Noordoostpolder. Flevoland. 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 Wat is rechtsboven? Dat is Friesland. Ja. Je rechts Friesland, ja. In Dronten. Is het niet iets met dat alles behalve Dronten gaat op in een grotere gemeente of zo? Dus nee. Friesland, dat is al iets apart. Mm-hmm. En Den Haag... dat wordt een grotere gemeente. Er komen dorpjes bij. En bij Enschede ook. Die gaan met Hengelo. Ze winnen. Ja. En Dronten blijft gewoon Dronten. En binnen Dronten zeggen mensen nu eindelijk een keer ronduit... wij wonen in Dronten. Maar Dronten kan ook niet fuseren, zie je. Want er zit niks omheen. Er zit niks, ja. Ja. Maar dat is het. Ja, ja. Is het niet... Nee, is het niet... Dat, nee, weet, jij weet het niet. Jawel, want ik weet het niet. Ik echt zie het aan je schoen. Echt een tiener geest draait er af hiernaast. Nee, Raoul, hang maar op, jij weet het niet. Dikke... Den Haag om het dikke wat? Nee, je zit uit een dikke duim te zagen. Nee. Den Haag is failliet eigenlijk. Mm-hmm. Oh ja, door Deetman. Ja, door Deetman. Ook zo'n... Kan niet vaak genoeg gezegd worden. Is Enschede misschien ook failliet? Ben jij dat toevallig? Nee, Den Haag is namelijk echt failliet, dat weet je toevallig. Oh, maar Beatrix springt bij. Ja. Ja, een collecte of zo? Nee, maar die uit een geheim potje. Ja, dat wordt wel gered. Wat een fijne vrouw. Dit is Dronten. Er is iets met Dronten. Ik had mijn bril mee moeten nemen. Nou, er staat gewoon Dronten hoor, verder niks. Nee. Ja, maar de locatie. Ja, Flevoland. Ja, ik weet niet waar dat is. Hè? Je weet niet waar Flevoland... Nee, je weet niet dat ze van water idee. Inmiddels land hebben. Bij Lelystad rechtdoor. Ik heb zoiets in New York gehoord, ja. New York. Ik was op een lunch op de Bahama's. Komt er een man uit Dronten voorbij? Nou, dat geloof je toch niet? Echt waar, hoor. Jullie hebben dus geen flauw benul, zeg maar, eigenlijk. Jawel. Jawel. Alleen ja, Den Haag was failliet. Oh, dan waren ze gebleven. Den Haag failliet is nemen. Ja. En waaraan? Aan de Gouden Koets? Nee, die was er al, toch? Ja, maar nee, die, ik denk dat het verhaal van jullie, dat zou het inderdaad heel goed kunnen zijn. Natuurlijk gaat Beatrix, als Den Haag failliet is, gaat Beatrix niet bijspringen. Mensen heeft 8 miljard.
En er, zijn als, er is nog steeds armoede in Nederland, omdat het elk jaar bekend wordt wie er rijk is en wie er veel geld ja, heeft. Ja, maar dat moet je niet geloven, hoor. Ja, dat weet ik niet. Dank je, dank je. Ze heeft 8 miljard, dat weet ik zeker. Dat zo. Is een beetje ja, gênant. 9 is ook wel eens geschat, dus echt, dus die zoon van de Willem-Alexander krijgt 990.000 gulden per jaar. Echt? Want hij gaat iets in watermanagement doen. Het kost een miljoen per jaar, kennelijk. Ik denk, laat maar zitten, Willem. Bouw er maar een dijkje van. Ja. Ja. Laten we het inpolderen. Nou ja, dronken twee. Ik zat met hem in een helikopter. Ja, ik ook. Naar... Ik ben er nee, dan nou moet je niet opstappen. Ik zeg, Wil, nou moet ik nee, dit met het nieuws doen. Maar dan vertel ik het niet. Ja, graag. Ja, en ik ben heel benieuwd. Ja. Hoe was hij nou in het echt, Willem? Nou, nee, jongen, je komt niet op mijn raden. Vertel even. Dat denk jij. Vlieg er maar eens omheen. Schiet je neer waar je bij staat. Willem-Alexander Prins, bladzijde 149. Oh, dat was in Zuid-Afrika met de koningin, ja. Oh, heb je je neushoorns zet. Zullen we maar dat boekje even wegdoen? Dat is een goed boek, man. Goed. Jaloerse kip. Wat wou je... Goed, even orde. Jij zat in een helikopter. Vertel het door. Ja, je krijgt nou, twee hij seconden. Maakte niet de indruk... Ik vond het televisieinterview erg goed, de laatste. Maar het was zo ingestudeerd dat... Ah, dat ja, weet je dat niet, ik er eigenlijk niks aan vond. Dat maar. Je het eigenlijk niet kan geloven, maar... Als je meemaakt in zo'n helikopter naar dat eiland waar Nelson Mandela heeft gezeten. Mm-hmm. Robben-eiland. Dan komt hij niet erg geloofwaardig over. Nou, daar kan hij niks aan doen. Nee. Je hebt brains of je hebt ze niet. Een beetje opletten maar op school helpt ook. Hè? Hij heeft geen... Allure. Ja, geen uitstraling. Hij stond er stuntelig bij. Ik vond het een teleurstelling. Ja. Goed, zullen we nu... Ja, dan ga ik nu zeggen wat het was. Dankjewel, Willem. Ik heb te lang gepraat. Zij wil weer. Ja, ze mag zo weer. Voor ja. Het interview ook goed. Ja, ik moet Willem plassen. Alexander. Je moet plassen? Plassen? Ja. Nou, ga lekker plassen dan. Kan dat? Nou, even oh, zeg, dan ga ik mee. Ja, mag dan gaan we samen. Maar ik zit vast. Thomas, dan maken we heel snel het programma. Zeg, zet echt een trend, hoor. Ja. En je gooit de vlammetjes. Dan moet je laten zitten. Wat een goed moment. Laat je zitten. Als het dames en heren, misschien ook nu, is het nu het moment. Nee, dat vond ik dan weer minder. Dat zeg ik dan. En dat gaat dus liever niet door als het echt niet hoeft. Er zijn maar twee toiletten. Ik zou het niet doen. En niet zo hard doortrekken, Willem. Moet je dan naar boven, ja? Nee, je kan hier naar beneden naar het toilet. Ja. Ja, het oké, okay, Harm. Laten we even heel snel... Dan ga moet je wat te lezen hebben op het toilet, Willem? Het is een leuk boek, hoor. Een leuke man. Ik vind het een leuke man, hoor. Max Tailleur is er niks bij, man. Ja. Wow. Ik vind het een leuk... Ik vind het een leuke man. Ik weet nog eens het antwoord op de vorige vraag. Zal ik tussendoor gewoon, zal ik gewoon tussendoor het antwoord even geven? Kom op, zeg, we gaan heel snel naar de volgende. Nee, dat is over die vier achterstandsgebieden. We gaan gewoon door, snel door. Dames! Wie hoort er nu niet bij? Het was Enschede. Den Haag bestaat volgend jaar, dus eigenlijk dit jaar, 750 jaar. Friesland 500 jaar en Dronten 25 jaar. Enschede dreigt juist te worden opgeheven. Dat moet fuseren met Hengelo tot Twentestad. Ongeveer 30 jaar geleden heeft dus iemand Dronten bedacht. En Lelystad en Almere, die man zal dus binnenkort wel vrijkomen. Nou, wat een belachelijk opmerking. Die man is gek! Die man is gek! Die is helemaal gek! Wat is dit voor een programma? Klopt, daar is Sanne Tempo. Oh, daar komt hij weer, ja. Nou, nou, wil die pot weer wat zeggen? Sorry, ik... Het is een beetje warm. Het stikt gewoon. Zit het allemaal nog een beetje lekker in de lak? Ja. Kun jij dat boekje even daar midden op de trof leggen? Dat boekje? Ja. Hey, laten we snel doorgaan, man. Dan gaan we gewoon door. Snel programma. Ja, dat is echt druppelen bij die old man, zo. Ja, echt... snel. Niet meer om lachen. Ben we gaan verder. Ben ik niet voor. Snel door. Raoul, wil je nog champagne? Sst, ja, ga. Kun je even doorgeven? Nee. Oh. Friesland bestaat 500 jaar. Daarvoor was Friesland gewoon een wak. Ik heb laatst een Fries suikerbrood gegeten en dat leek wel 600 jaar oud. Waarom nou weer te... Dronten bestaat 25 jaar. Dronten werd 25 jaar geleden ontdekt door Tjulke Botter. Die bij de ontdekking de legendarische woorden sprak. Kom jongens, het is al laat, we moeten verder. Den Haag is de stad van de koude kak, de patserige diplomaten, de zeikerige journalisten en de dagelijkse boerenprotesten op het Binnenhof. Daar. Maar zo'n stad heeft natuurlijk ook zijn mindere kanten. Ja, hè? Willem, wat time je dat toch weer briljant. Nou, we
we hebben je gemist, hoor. Ja, heb je gerold. Ja, echt waar. Het eerste volgende programma waar jij in zit, daar kom ik echt dwars doorheen lopen. Dat beloof ik niet meer. Ik heb wat wijn gemorst. Hij wil. Behoorlijk. Geef hij riep me. Ja. Ja, ja. Ja. Nee, vechten jullie achteraf maar. Dus even opnieuw, hè? Ja, doen we straks zo. Hartelijk dank voor het kijken en tot ziens. Voor Raoul en Willem hebben we vier woorden uit de Nederlandse taal. We krijgen tijger. En oceaan. En niks. En mensenrechten. Yes, vol. En wie hoort er niet bij? Nou. Het gaat over 1998. De tijger sterft die uit? Kan. En de duif? En dit is? Oceaan, die sterft ook uit. En is er een duif? Wat is het voor en Amnesty International, dat gaat ook over datzelfde vervelende probleem. Amnesty International, ja. Die hebben een heel mooi kantoor, weet ik toevallig. Als je geld stort, is echt waar. Ik vind het een stom ding, dit. Exorbitant hoog. Wie heeft dit bedacht? Nou, ik onder andere. Er is een hele redactie voor die bedenkt dat. Nou, ik heb daar een club gezien dat ik dacht, ja. Misschien iets voor een volgend boekje. Ja, ik wou dat zeggen, daar zit nog tenminste een kolompje in. Hè, Willem? Vijf man hebben dit bedacht. Tijger, oceaan, hebben jullie eigenlijk vrouw in de redactie? Nee, toevallig niet, maar dat had zo gekund. Dus. Ja. Was geen disponibel. Gaat het over televisieseries? Kan. Of films of zo? Mm-hmm. De oceaan, dus de Titanic. Je hebt gespiekt. Oh, dat is het, ja. Oh, wat goed. Ga even door. Gespiekt. Hij heeft gespiekt. Nee, dat is goed. Ga even door. Dat is gemeen, want dan heeft hij weer punten. Maar dat ook wel. Kan ik schrijven? Jij weet het gewoon niet, Willem. Dan zeg je, ja, nee, maar jullie hebben het niet. Laat ze even dit af. Was onder één hoentje, Henkie Panky. Thomas. Het grote zwarte niets, dat is de Spice Girls. Een film van de Spice Girls. Precies. En de Spice Girls, wie zijn dat in godsnaam? Film van Steven Spielberg. Ja, over de slavernij. Amistad. Ja? Ja, dat is gespiekt. En die tijger, dat is Sandokan. Maar welk hoort er dan hierbij? Hij heeft de antwoorden mee naar huis gekregen, zeg. Is het een film over een tijger? Ik ben alleen maar Sandokan. Titanic, Amistad, niks met niks. Nee, niks. Spice Girls. Mm-hmm. Dus die tijger hoort er niet bij. Want dat is geen film. Ja. Ja, ja. En het is goed. Nee. Godzijdank. Uitsterven. Nou, dat zullen daar ga je met je grote bek, Willem. Het is fout. Harm, is het over uitsterf? Nee. Dat heb ik al gezegd. Ja, maar ik denk, misschien gelooft hij het van mij wel. Jezus. Nou, ja. Nee. Is er iets met de tijger? Tijger, ja, dat linker bovenste plaatje is een tijger. Nee, maar ik bedoel, is daar dit jaar wat mee? Nou, er zijn er toch nog maar een paar. Ja, dat is uitsterven, dat had je al drie keer gezegd. Amnesty International. Is het niet het jaar van? Dit was het. 1997 was het jaar van het racisme. Was echt, dat moest je echt voor het racisme. Hier weet ik, hier kan ik niks van maken. Is, ja? is 1998 niet een jaar van iets? Ja. Het jaar van de tijger? Oh, hij heeft jou ook laten spieken. Nee, mans. Bedankt. Soms komen mensen tot bepaalde gedachten en die kloppen dan. Nee, maar Willem heeft wel een beetje gelijk al. Daar ben jij nou niet zozeer een type voor. Maar... Ja, ga door. Kiepas. Is 1998 niet een jaar van iets? Ja, van de hond. Natuurlijk, ga door. Ga van door. De hond. Ach. Serieus, van de hond? Die is er niet bij. Nee. Ja, nee, dat is Chinese horoscoop, maar... Ja, daar stond een hond, maar dat heb ik afgeschoten. Nee, maar elk jaar wordt gekozen tot een jaar van iets. Maar één van die is het dus niet, ik weet niet. Nou, laten we erover. Ja, van de mensenrechten. Nee, het is wel waar. 1998 wordt het jaar van het behoud van de oceanen. Dat is sowieso waar. Ja. En we hebben al een jaar gehad van de mensenrechten. En dan moeten we het behoud van het jaar. Hou je mond, want wij hebben jaar van punten nodig. Van een racist. Gaat er niet om de punten, man? We zijn er natuurlijk wel. Ja? Je steekt gewoon na afloop zijn fietsbanden lekker uit scherm. Ja, je weet niet waar het ding staat. Oh, daar kom ik wel achter. Hij heeft geen fiets. Ja, natuurlijk. Nee, het is helemaal goed. Het is allemaal het jaar van. 1998 is het jaar van de tijger in de Chinese astrologie. Laat het iedereen... nou eens uitspreken! Oh, zet in de penis. Overal doorheen. Dat vind ik zo prettig als een man voor me opneemt. Ja. Heerlijk. Kun jij me even doorgeven? Om mee te slaan of wil iemand een glaasje? Nee, iemand wil een glaasje. Kun jij hem even een hengst verzinnen? Nee, maar ik had zo'n leuk voorstel. Oh, wat dan? Omdat zij ons op gang bracht dat we ieder één punt kregen. Nee, het gaat er niet om de punten. Oh, laat hem dan gewoon een keer uitspreken. Ja, we gaan het achteraf bespreken. Eerlijk. Goed. Ik ga het doen, hoor.
Ja, hop. Ga je mondje dicht doen, ja? Ja, ik beloof. Goed. Staat je fles nog onder de tafel? Ja. Komt joh, Willem. 3, 2, 1, go. Het is allemaal het jaar van. 1998 is het jaar van de tijger in de Chinese astrologie. Door de Verenigde Naties is 1998 uitgeroepen als het jaar van de oceaan. Ja. En 1998 is door Amnesty International uitgeroepen als het jaar van de mensenrechten. Oh. En de Europese Unie hebben ook altijd een jaar. Maar de landen konden daarover geen overeenstemming bereiken, dus het wordt een jaar van niks. Amnesty International heeft 1998 uitgeroepen tot het jaar van de mensenrechten. Dus zijn ze in China heel blij dat ze een andere jaartelling hebben. Astrologie is soms heel verhelderend. Als je in China in het jaar van de tijger bent geboren, dan ben je een communist en ben je helemaal geel. Ja, dat is even. En Willem Oldmans is helemaal niet zo vervelend als hij nu lijkt. Nee. Maar hier mag ik even een zweetdoekje of zo? Hier. Kijk uit, er zit een beetje blauw aan van de tafel. Nee, dit is vies. Nou. Hoe is het met mijn lippenstift? Ik heb het pak van Ron Brandsteden of zo. Hij is wel lollig. Ja, hij is best wel lollig. Ja. Ik vind je ook heel leuk. Ja. Oh ja? Nou, ik moet hem niet. Nee, ik heb niks. Nou, je had mij geen groter plezier kunnen doen dan met deze opmerking. De Verenigde Naties hebben 1998 uitgeroepen tot het jaar van de oceaan. Dan zie je toch dat ze het greep... Ja, die doen we nog een keer. Gaat de autocue weer terug, fijn. De Verenigde Naties hebben 1998 uitgeroepen tot het jaar van de oceaan. Dan zie je toch dat ze de greep op het land een beetje zijn kwijtgeraakt. Je hebt het jaar van de tijger, de maand van de misdaadroman, de platentiendaagse, de boekenweek, de dag van de arbeid en dan nu, voor het eerst in 1998, de minuut van Raoul. Raoul, geen gang. Is jouw minuut. Doe maar wat. Landgenoten. Moet ik nou wat zeggen? Ja. Ga je gang. Ik heb echt te veel champagne gedronken. Ja, zie je? Het lijkt me duidelijk dat na deze uitzending er maar één man geschikt is voor het premierschap van dit land. Ja. Een man die niet alleen schitterende boeken schrijft. Een man ook met hele vieze, vette vingers. Een man die zijn broek uit heeft gedaan zonder dat iemand het merkt. Zeg, heb je me daarvoor gevraagd? Een man die ongelooflijk uit dit programma zal worden gesneden. Een man, dat kan ik u nu wel vertellen, die door met behulp van computeranimatie zal verdwijnen. Willem Oltmans. Dat is mijn minuut. Nou, zeg, jij moet gewoon helemaal je kop houden en dan geef ik Thomas ook gewoon een minuut. Thomas, je krijgt ook een minuut. Hup. Oh, ik vond het net zo leuk. Doe maar wat. Dan moet ik ook een minuut doen. Ja, ook een minuut. Heerlijk. Eindelijk is geen onmots. Ik vind het echt heerlijk. Moet je dat voorbereid of zo? Nee, ik niet, maar... Nee. Doe maar wat. Zie je? Hi. Prettig, 1998. Nou, ik heb mijn broek aan. Je mag je eigen broek aan bij dit pak. Ik heb wel een gedicht. Doe maar. Kansen. Old Mans. Ja. Toevallig. Het is een gedichtje voor niks, zou Ton Hermans zeggen. Gedichtje voor niks. We knippen het allemaal uit hoor, maar het is omdat het gevraagd wordt. Zit een man van denk ik 40 jaar hield mij gisteren aan op straat. En hij vroeg me half huilend of ik wist wat komen gaat. En ik zei, noem mij uw beroep, opa, en ik zeg u wat er komt. Het was bluf, ik ben Nostradamus niet. Maar hij zei het en verdomd vanuit een raar soort licht kwam er een boodschap op mij toe. Hij deed iets op de beurs, zo bleek. En de beurs is dit jaar moe. Te weinig criminelen wassen nog hun drugsgeld wit. Dat komt omdat er eindelijk een deel gevangen zit. Maar waarom het echt heel slap wordt, is omdat mensen zoals jij nu ook belasting gaan betalen. Belasting zoals wij. Huilend viel de man ter aarde. Er gebeurt toch ook iets leuks wel, toch? Ik zei, ja, je achternaam wordt korter. Dat heeft straks maar één letter nog. Weer vroeg er iemand iets aan mij of wat het jaar hem brengen zal. Ik keek weer in dat raar soort licht en zag een krijtstip en een bal. Een bal op 11 meter, daar door Seedorf neergelegd.
Maar naast die bal stond Kluivert. En die had hem net gezegd: beste Clarence, luister even, nu heb ik een goede raad. Ik weet langzaamaan iets beter hoe het in de wereld gaat. Je mag verkrachten met je vrienden, te hard rijden, ook geen punt. Zelfs als daarbij iemand doodgaat, wordt je kwijtschelding gegund. Er is vrij weinig wat een voetballer niet doen mag in dit land. Maar een penalty missen, jongen, dat wordt gestraft met harde hand. En toen deed Kluivert een stap terug en de scheids blies op zijn fluit. En met een droge knal schoot Seedorf de Eiffeltoren uit. Hij gaat dus weer mis, vroeg de stem. En ik keek Clarence in het gelaat. Ik zei ja, tenzij er in het doel op het WK een Eiffeltoren staat. En ook Clarence viel ter aarde naast de beursman op de grond. En achter hem stond Bakker. Marco Bakker, ja, verdomd. En ik keek al in het licht, maar onze bariton sprak snel: ik heb geen vragen, Thomas. Ik ga zo wel naar de hel. Er stond inmiddels in die straat een mensenmassa vragend klaar. En ik had er zin in, dus ik riep: nog vragen? Roept u maar. En één voor één... Ja, heel lang. Het is net zo lang als jouw boek. En één voor één heb ik dat volk geholpen naar behoren. Van Bolkestein tot Montignac, geknipt en ook geschoren. Toen ook de laatste door de knieën was gegaan, overzag ik eens mijn slagveld en stak een sigaretje aan. Hoe wist je dat, o Thomas? Ik stond over Alan Carr gebukt. Gewoon wat logisch denkwerk, jongens, was het jullie ook gelukt. En terwijl ik om mij heen keek, klaar om ergens heen te gaan, kwam er uit het liggend volk toch nog een stemmetje vandaan. En voor jou, vroeg Katja Schuurman, die je keurig had gevild, zie jij voor jou iets in de toekomst wat je nooit zo had gewild? En puur om aan een lol te doen, keek ik nog één keer in het licht. En ik zei: Kat, ik zie geen pest meer, maar ik moet gaan, de kroeg gaat dicht. Ik mocht niet naar het café gisteren, dus daarom ben ik gaan schrijven. Spontaan, zeg. Ga door. Voor Thomas en Sanne hebben we 4 Rummikub-fanaten. Wij zien Pinochet, Nelson Mandela, Rummikub Mandela, Helmut Kohl, Helmut Kohl en Li Ping. Het is Mandela, wie? Hè? Wie is die laatste? Li Ping. Li Ping. Li Ping. Voor wie is deze? Voor jullie. Voor ons. Het is Mandela trouwens. Mm. Ja, ik zie dat jullie graag leren. Ja. Ik vind het weer helemaal niet goed voor de homo-emancipatie op een andere manier. Is ook niet de bedoeling. Homo-emancipatie? Het schijnt nou eens uit. Wat heeft Mandela ga dan nou met homo-emancipatie? Over die dingen. Ga je gang, Thomas. Waarom nou weer Thomas? En Sanne? Okay. En Sanne. En Sanne? Sanne en Thomas. Het klopt niet, deze. Nee, laat hun nou een keer, man. Dit klopt niet. Nee. Pinochet, is die nog aan de macht? Ja. Ja? Mm-hmm. Pinochet, Kohl, Li Ping. Het is iets met... Op de bevelhebber van het leger. Mag hij nou even gewoon... Kun je heel even je mond dicht houden? Stel de vraag. En ik geef behoorlijk antwoord. Zit er een knopje op? Dat heb ik geleerd. Met een rijtje, wat even. Probeer die linker tepel. Is gewoon een beetje zachtjes. Is het welke? Het is Mandela, die is met pensioen. Die gaat met pensioen dit jaar. Oh ja. En die heeft gezegd, dan ga ik in het voetbalteam van mijn vrouw spelen. Nou, zei Winnie, zou je dat nou wel doen? En hij zei, schat, ik heb geen conditie nodig. Voetballen doe je toch niet? Nee. Nee. Is het dat niet? Ik vind het zielig. Ga door. Het is zielig voor Winnie. Ja. Nee. Sla je een kind dood, moet je naar een rechtszaak, verdom. Dat lijkt me een hel. Heeft ze niet gedaan. Het is iets met huilen. Ja. Met in het huilen voor de tv. Dat hebben ze allemaal gedaan. Die Pam, Cole, ja, die andere, wie dan van die twee? En, nou... Ja, Mandela toen hij vrij kwam. Mandela zeker, Li Peng ook. Eet wie draait. Heeft Kool gehuild? Nee, dat is dus het verschil. Dat Kool heeft gezegd in 1998 ga ik ook huilen. Pinochet is een enorme hufter, die gaat niet huilen. Nee, dat is een zeer groot. Echt een stuk schoon. Jullie idee? Net als Suharto. Ik weet het niet. Is het iets met vrouwen? Nou, van Mandela hoort er niet bij, want van hem heb je wel... Weet je wie de vrouw is? God, man. Ja, maar als je dat dan zegt, zeg het goed. Nou, we heten gewoon Mandela. Nee. Nou, dat dacht ik. Zeg je nou de hele tijd, man? Ik zeg altijd, mag ik 2 Mandela meenemen? Ja. Zeg ik. Ja.
Wat wil je zeggen, Sanne? Met vrouwen? Nou, dat het inderdaad iets is van, als het dan iets is, dat we van iedereen, dat we alleen van Mandela kennen we de vrouw en van de rest niet. Nee, je hebt Bertha Ping. Weer iets. Els Pinochet. Ja. Wat een sloer. Ja. Ja, waarom niet inderdaad? Wie weet nou wie er met Helmut Kohl zou willen trouwen? Nou, ik ga het zeggen. Nou, Willem misschien. Ja. Maar die... Dat is wel jouw leeftijd. Het zou wel een uitkomst zijn als hij dan zijn kop niet houdt, gaat die man er gewoon bovenop zitten. Oeh. Ja. En moet dat, je dat even indenken. En dat werd het trots. Ja, dat overleef je nauwelijks. Die reed van Koos. Dat is in mijn radar. Ik ga het nu zeggen, Willem. Even weer moelen. Ja, ik doe mijn best. Nee, drie van deze heren hebben inderdaad hun vertrek uit de politiek aangekondigd. Maar Helmut Kohl heeft zich juist voor de vijfde op één volgende keer kandidaat gesteld als bondskanselier van Duitsland. Oh. Helmut Kohl zit er al zo lang. Veel Duitsers kunnen zich geen andere Duitse leider meer herinneren. Wij wel. Dat is toch fijn. Nelson Mandela wordt dit jaar 80. Mandela. Jaar... Ja, nou vraag je erom. Nelson Mandela zal volgend jaar 80 worden. En aftreden als president. Hij is 27 jaar vastgezet. Ik ga nu de grap een keer goed doen. Ik pak je bovengebied af als je nou nog wat zegt. Niet geven. Zet bakje vast aan die kant. Dat is heel vals. Ja. Ja. Maar je tanden maar ook het is wil. Goed gemaakt. Zullen we nou door? Ik ga het weer. Ik wil ook wel door. Ja, ik ga het gewoon. Nelson Mandela wordt dit jaar 80 en zal volgend jaar aftreden als president. Hij heeft 27 jaar vastgezeten en is daarmee een gevangene die het behoorlijk ver geschopt heeft. Je kan zeggen wat je wil, maar de reclassering in Zuid-Afrika is dik voor elkaar. Mandela heeft in zijn leven twee belangrijke dingen bereikt. Het einde aan... Ja, nog een keer. Krijg je van die ettertjes naast je. Mandela heeft in zijn leven twee belangrijke dingen bereikt. Het einde van de apartheid en het volledig aanvaardbaar maken van het dragen van foute, felgekleurde overhemden door mannen op leeftijd. Voor Raoul en Willem hebben we vier landen waar ze in Papua Nieuw-Guinea nog nooit van gehoord hebben. Nou, doe jij nou alsjeblieft. Italië. Nederland, Duitsland en Brazilië. Wie hoort er niet bij? Brazilië. Want? Nou, die drie zijn EEG en Brazilië zit ergens anders. Vind ik heel slim bedacht. Jullie nog een idee? Nee. Ik denk dat het Nederland is. Dat is het enige land waar we niet van verliezen op de WK. Zo, je moet zeggen, ja, Brazilië wordt wereldkampioen. Ik hoop alleen maar dat dit de halve finale zijn. Dan ben ik al gelukkig. Ja, ja. Nederland-Italië? Wat weten jullie veel? Ja. Is dat wat voetballen? Ja, dit is voetballen. Ja, ik volg dat nooit. Zie je dat niet? Dat groene, dat is het strafschopgebied. Nee, maar dat is gelul. Nee, dat heeft absoluut met het WK wat straks komt te maken. Nee. Zal ik het zeggen meteen? Niet met het WK. Ja, zeg het maar. Ik ga het zeggen. In al deze landen zijn in 1998 verkiezingen aangekondigd. Behalve in Italië. Maar we verwachten wel dat daar traditiegetrouw dit jaar minimaal drie nieuwe kabinetten aan zullen treden. Ja, dat is heel gezocht. Hoor. Ja, het is gewoon waar. Ja. De enige buitenlandse verkiezingen die we in Nederland volgen is als 15 lekkere meiden in bikini zeggen dat ze kinderarts willen worden. Dat zijn verkiezingsbeloftes waarvan je zeker weet dat ze niet uit zullen komen. Voor Thomas en Sanne hebben we nog 5 voormalige CJP-houders. We krijgen Henk Temming, vader Abraham, Charlie Lonois en Mental Theo en Tjeerd Oosterhuis. En wie hoort er niet bij? Wie zijn die petjes? Dat zijn van die gabbertjes. Charlie Lonois. Lonois. Mental Theo. Ja. Wat doen die twee? Gabberen. Oh ja? Lijkt me niet pluis in ieder geval. Vader Abraham belooft dat hij dit jaar zal sterven? Ach, dat vind ik niet grappig. Nee. Maar wij wel. En dan is het vast goed. Zie ik op dit jaar uit dat vader Abraham heeft altijd beweerd dat smurfen door een kraan kunnen. Maar dat schijnt dus helemaal niet zo te zijn. En dat wordt in dit jaar bewezen? Ja. Ja, ja. Nee, het zijn producers.
Producers. Ja, wie is die lichtbron? Wie is die hand? Dat is die fan. Tjeerd Oosterhuis. Die Temming. Die zat onder. Oude goede doel. Die is van, ja. Knakker. Maar die werd altijd weggezongen door Henk Westbroek. Ja, Henk Westbroek. Kun je nagaan, dan kun je echt slecht zingen. Maar wat zijn die twee jongens die aan het zwemmen? Wij zijn aan de beurt. Gewoon doorlullen. Het zijn geen zwemmers, het zijn rappers. Dat is op de pik getrapt, hè? Dat lijkt me heel sterk, Willem. Zeg eens, San, heb je een idee? Het enige wat ik kan bedenken is dat... Ik heb die andere drie nog... Ik heb alleen vader Abraham ooit horen zingen. En die andere drie hebben al heel lang niks meer van zich gelaten. Of in ieder geval die... Nee, ik weet het niet. Nee? Vond ik heel bijzonder. Zie je nou? Het is echt... Vader Abraham heeft 7 zonen, zingt hij altijd. Ja. Nee, echt waar? Ja. Echt grap. Vader Abraham... heeft 7 zonen. En dan weer de andere kant op. 7 zonen. Vader Abraham. Ken je dat lied niet? Nee, godzijdank niet. Tjeerd Oosterhuis heeft net de plaat van Gordon geproduceerd. Die is net uit. Ja. En hij heeft beloofd dat hij dat nooit meer zal doen. Henk Temming. Nee, het zijn echt producers. Vader Abraham die zoekt altijd kindsterretjes. Die hij dan omhoog kan gooien en de drank kan helpen. Henk Temming is een producer. Schrijft voor andere mensen. En Tjeerd dus ook. En die Lonois en die andere badmuts, die maken zelf muziek. Wat ze zelf uitbrengen. Wat voor muziek? Dat doen die Nederlandse muziek? House. Ja, van die Gabber House-achtige. Maar Nederlands, Nederlands of ja, Engels? Ja, gewoon wel. Nederlandstalig, ja. Oh, maar dan is er van alles... Als zij House maken of zo, dan is er van elke artiest is er wel eens een Gabber-versie gemaakt. Want ook van de Smurfen zijn er een House-versie. Ah, ja, dit is en, het. En die twee hebben ze dat winnen. Dus. En stem ik met Ik ben verdomme Sinterklaas niet? Ja. Ja, ja, ja. Niet slecht. Oosterhuis niet. Verdomme Sinterklaas niet. En dat die Tjeerd vindt dat hij hele verantwoorde popmuziek maakt. Oh, dat vind ik ook wel. Is dat niet zo? Ja, ik weet niks van muziek. Ja, dit is niet slecht, maar wij hadden een ander antwoord. Oh. Ze zijn allemaal benaderd om een nummer te maken voor het Nationale Songfestival. Om het pijl een beetje op te schroeven. Behalve vader Abraham. Die daar overigens wel heel boos om was. Voor mensen die niet weten wie vader Abraham is, dat is die idioot met die baard. Voor mensen die niet weten wie Tjeerd Oosterhuis is, dat is de broer van Treintje. Voor mensen die niet weten wie Henk Temming is, join the club. Menton Theo heeft ook nog een broer, Menton Kees. Maar dat is geen tekstschrijver, maar een psychiater. De stand na de derde ronde. Het team van Raoul haalt waarschijnlijk de zomervakantie niet met 7 punten. Maar het team van Thomas is betrouwbaarder dan Noralie Beijer met 9 punten. Volgende ronde zal het lekker sneller, Willem. Dus niet veel ouwe hoeren, gewoon scoren. Kan mij niet vlug genoeg. Nou, let op. De vierde ronde zit vol met doorgekraste koppen. Hoe goed kunnen de teams voorspellen wat er het komende jaar in de krant staat? Om in de sfeer van het nieuwe jaar te blijven, hebben we een aantal voorspellingen uit de Paravisie gehaald. Die heb ik hier voor u. Dat is een heel goed blad. Ik kreeg het al in de bus voor ik het besteld had. Voor Thomas en Sanne. De Rooms-Katholieke Kerk zal getroffen worden door wat? Het AIDS-virus. Zo. Nee. De heiligheid. De coming out van de paus. Dat zal ze treffen. Ja, dat is een betere, ja. Oh, sorry, dat heb ik ben homoseksueel. Nee. Wil ik ze zien op het Sint-Pieters. Dat kan dus niet. Maar Willem, ik wat denk is het dus dat wel? Zijn heiligheid de langste tijd erop heeft zitten. Wordt getroffen door... Ik denk dat... Die vorige paus, die kreeg de hik. En die bleef erin. Ja. Zou je bij andere sommige mensen ook wel eens willen dat ze de hik... Nou, dat vind ik flauw. Ja, Willem, dit is een kop. De Rooms-Katholieke Kerk zou getroffen worden door wat? Wat denk je? Waarom is de kerk... Nou, ik denk dat de paus het niet haalt, 99. De Rooms-Katholieke Kerk zou worden getroffen door... ik denk dat de paus het niet haalt, 99. Ja, het zou kunnen. Laten we gaan kijken. Nou ja, je moet het niet letterlijk nemen, maar ik zeg het op een beleefde manier. Ja, ja, ja. Door dood paus. Door groot verdriet. Mooi. Wow. Zou kunnen. Kijk, groot verdriet. Maar wat verdriet dan? Nou, dat die paus dood gaat volgens mij. Ja, ja dat weten ze dus niet in die paus. Dan krijgen wij 2 punten of 4? Ik denk 8 zelfs. Voor Raoul en Willem, de invoering van de nieuwe. Wat zal worden uitgesteld? De invoering van de... Dat is... Van de nieuwe druk van Willem Oltmans boek. Nee.
Dat is de BTW? Ja. De invoering van de nieuwe spelling van krantenkoppen. Dat is heel raar uitgesteld. Dat is heel groot. Ik weet het. Maar wat? Komt uit dit bijzondere orgaan. Daar hebben ze een hele bijzondere layout. De invoering van de nieuwe... Uitgesteld. En waarom moeten wij twee keer achter elkaar? Vraag het Tila. Nee, jij lulde gewoon net voor je beurt. Voor jou was de vorige keer. Oh, dat is heel gek. Het gaat om en om. Jij weet toch ook niet veel. Al een uurtje. Ik weet het niet. Nee. De invoering van de nieuwe... Jullie een idee? Startbaan op Schiphol. Zou kunnen. Thomas. Oh, die is wel mooi. Dat zou kunnen. Die is leuk. Als je een verstandige opmerking van Willem Oldmans in het programma wil hebben, dan hoop ik dat die erop staat. Die staat erop. Hier voor de nieuwe varkenspest. Wat doe je daar nou tegen? Nieuwe startbaan Schiphol, ja. Dat is niet gek hoor. Ja, maar kijk, de invoering van de nieuwe. Nee, het is iets anders. Europese munt zal worden uitgesteld. Oh. Ja. Hoezo nou een nieuwe? Er is er nog geen eens. Nou ja, dat is dan weer zo'n slecht blad. Die doen dan... Nee, maar ik wou het bijna zeggen. Dacht ik, oh nee, dat kan niet, want er is er nog geen één. Dus... Ja, maar... En toen? Ja. Voor Thomas en Sanne. Hoofddorp zoekt naar wat? Zeg, jongens, ik weet niet hoe het met jullie tijd zit. Moet je weg? Nou, moet je weg? Dat... Dan kunnen we eigenlijk een programma gaan opnemen. Ja. Als dat... Moet je weg, Willem? Als dat zou kunnen. Willem, ik ga je echt niet tegenhouden, hoor. Dus als je nog een tram wil halen. Hoofddorp, ben op Hoofddorp fiets. Zoekt. Ik ben op de fiets. Mogen wij nu even? Ja, ga je gang. Hoofddorp zoekt wat? Hoofddorp zoekt een brokje erkenning. Nee, een nieuwe burgemeester. Dat was het. Hoofddorp zoekt verhuizingsmogelijkheden. Nou, ze zoeken een nieuwe standplaats. Hoofddorp, ze willen Hoofddorp weg. Zoekt een leuke stad om in te wonen. Nee, wacht eens. Zoiets, ze willen weg. Ja. Laat maar kijken, want Willem valt een beetje stil. Hoofddorp zoekt... Nou, stad zijn naam. Wat hoofdstad. Hoofdstad. Gek, hoofdstad. Komt er weer een, Willem? Die mensen zijn moeilijk over. Wat in toekomst uit anonimiteit? Ik weet. Nou, zeg hem dwars door hem heen. Wacht tot hij praat en dan moet je pas. Dus... dwars door hem heen. Moet je dus zien glunderen. Nou, come on. Geheel zeg maar. Nou is het niet leuk meer. Ik moet hem eigenlijk als... Ik wil zeggen onbekende soldaat. Ja, dat is wel geestig. Het is niet leuk. Ah, dan gooi je wel een wachtband om. Het slaat ook nergens op. Ja, in tegenstelling tot alles wat jij vanavond gezegd hebt, Willem. Dus, ik dacht geheime seksleven Willem Oldmans. Maar dat komt in een ander boek. Ach, ja. Die heeft helemaal geen seks, anders doen we niet. Jij nog een idee, Rolf? Schatje. Seksleven van Willem? Nou, daar vergeet heb ik helemaal niks over weg. Dat gaat gewoon door allemaal. Vroeger kon je er een tompoes mee vullen. En nu een eclair. Nou, gadverdamme, Hanne. En nu? En nu wel een eclair. Een beschaafde man met een tompoes mee vullen, man. Wat is een eclair? Je let even niet op, er gaat een hele gebakje aan doorheen. Een klein gebakje. Zo'n bakje ja. Met... Oh. Wat kun je er nou mee vullen? Een schuimtje? Ik vind dan moorkoppen weer lekker. Sperma Wilmans in toekomst uit anonimiteit. Ja. Ik vind dit een vraag om naar te gaan kijken. Ik ben heel benieuwd. ME'ers in toekomst uit anonimiteit. Oh, ja, dat ze precies. Bij die hoeren dan. Ah, die krijgen rugnummers. Die krijgen rugnummers. Ja. Ja, die krijgen echt rugnummers. Het is echt verschrikkelijk. Te gek. Is heel goed. Jongens met z'n allen op nummer 4. Ja. Voor Thomas en Sanne. Griekenland wordt medio mei opgeschrikt door wat? Aardbeen. Het is gek. Je zegt Sanne. Toch duidelijk, hè? Ja, heel Sanne. En dan hoor ik iemand anders praten. Het is heel... Ja, het kwam. Frappant. Ja. Nou, leuk. Sanne, you're live in a nutshell, baby. Griekenland wordt medio mei opgeschrikt door 3 miljoen Duitsers. Oh ja. Griekenland wordt... die mogen niet meer op Mallorca. Die mogen niet meer naar Mallorca. Nou. Oh, dat is waar, ja. Ja. Die gaan allemaal naar Griekenland. Die gaan de Griekse eilanden dan kolonialiseren. Bezetten. Ze mogen niet meer naar Mallorca, want ze maken er een potje van. Ja. Griekenland wordt medio mei opgeschrikt door... Gekleed. Een hele goede woordspeling. Feta compli. Ken je dat woord? Feta met F-E-T-A. Ja, dat moet je nou niet doen, dat kent Willem weer niet. Dat zijn woordgrapjes, die snapt hij. Het is over de grens, dat stap ik niet onder mijn neus. Ik moet zakken tot dit niveau, hè. Ja. Ja, vul nog maar een tompoes. Je bent reuze gemeen. Je bent reuze gemeen. Willem, niet onder ons smispelen. Ja, maar hij moet tot orde geroepen. We gaan even... We gaan kijken. Griekenland wordt medio mei opgeschrikt door... Zijn we daar nou aardbevingen branden. Kijk, heb je het antwoord? Ik heb aardbevingen gezegd. Heb jij een punt? Ja. Eindelijk. 1 punt voor Willem. Yes.
voor Raoul en Willem. Wat wellicht als musical van Joop van den Ende in Nederland. Dat zal wel iets heel ranzig zijn. Ja, en ik weet toevallig, dat is echt heel erg. Joop van den Ende heeft de rechten gekocht van het levensverhaal van Lea Rabin. En je hebt dus kans. Vind ik goed. Dat zou ik dus heel eng vinden als Joop van den Ende... Waarom? Joop van den Ende, dat hij over Rabin gaat praten. Maar dat is een zeer bijzondere dame, die mevrouw Rabin. Ja, die is fantastisch. En meer Rabin was nog fantastisch. Ja, maar toch niet met Joop van den Ende? Nou ja, dan huurt hij een goede vent in. Nee, dat kan hij niet. Dat is het probleem. ik ben echt bang dat dat... Dat hoef je niet te zijn. Dat nou, dat ben ik wel. Nee, die dame is te goed om te verpesten. Nee, dus niet, want de rechten van haar boek zijn verkocht. Dus hij kan er alles mee doen. Het is heel erg. Dus Lea Rabin? Lea Rabin heeft haar rechten verkocht van haar boek. Oh. En dat heeft Joop van den Ende, dus die kan daar ook een film over maken. En wie wordt de potentiële hoofdrol hier? Ja, dat zal wel Piet Bamberg of zo worden. Dat hoop ik niet. Hoe heet dat mens? Dancona? Dancona en Aafveld. Die kan dat toch prachtig? Nee, maar het gaat over Yitzhak Rabin. Dat was een hele bijzondere man. En dat is heel erg als iemand... Kijk, ik heb heel veel respect voor Joop van den Ende, maar hij heeft geen smaak. Dus hij moet niet... Dat kan hij niet helpen. Maar dan heeft hij wel de poen om de goede mensen in te huren. Is het niet gewoon Gerard Cox? Ja. Gerard Cox werkt als musical via Joop van den Ende in Nederland. Ja. Laat me leuk. Nou, dan kijken we. Het is Evita Perron wellicht als musical, blablabla. Dat is prima. Ja, voor Thomas en Sanne. Wat worden vanaf 1 januari hoger beboet? Voetballers. Voetballers. Nou, oh ja, wij weten het. We mogen dat. Zeg het, Willem. Nee, ik wacht mijn beurt af. Willem? Als je het weet, wacht hij zijn beurt af. Willem, het is jouw beurt. Je moet de vragen simpeler maken. Nee, we geven ze nog even een kans. Nog één kans? Oh. Ze begint al te gapen, zeg. Ja. Mevrouw Wolfman zien? Als u ja. Dat was heel lang geleden dat die er was. Ja. Had je wel een vrouw gehad? Er was een dame, die zo heette. Ja, ja, ja. Die heette mevrouw Oltmans? Ja, ja, 5 jaar heeft hij. En zo stelde ze zich ook voor van de goede vijf jaar heeft hij. Vijf jaar heeft die ellende geduurd. Ja. Nou, we zijn klaar. Ik denk dat het verkeersovertreding is. Ja, ja, verkeersovertreding. Snelheidsovertreding. Dat hadden wij. Oké, we kijken. Dan komt het antwoord. Overtredingen 1 januari hoger beboet. Dan hebben we allebei 2 punten. Nee, want zij was eerst. Jammer, je had dat moeten zeggen. Echt. Ja. Echt. Dan krijg je van je beleefdheid. Nee. We zijn heel streng hier. Voor Raoul en Willem, wat in neerwaartse spiraal? Ja, daar moet je... Spiralen weet ik niks van. Gaan we onmiddellijk over naar de andere kant. Niveau dit programma. Niveau dit programma in neergaande spiraal. Jij kijkt in de toekomst. Jij weet zoveel. Ja, ik weet heel veel, maar dit... Als je niet spuugt. Dan kijken we gewoon. Wat in een neergaande spiraal? Tineke Schouten. Zit iemand in de zaal het misschien? We hebben het al gezegd nu. Tineke Schouten. Nu ben je hier. Neergaande spiraal. Ach, wie is dat? Wie is het? Nana Mouskouri, maar dan wat dikker. Oh ja? Ja. En zonder bril. Hoe oud? Ja, toch wel over de 40. Boven de 26. Ja, dat zeker. Oh, dan ja. Is het klein. En ook een vrouw. Dus... Ja, dat is dubbel fout. Dubbel helemaal niks. Hè? Voor Thomas en Sanne, wat voor asielzoekers per 1 januari drastisch gekort? Uitkering. Dat is niet geestig, maar dat is wel zo. En dan kijken we. Dus nou, uitkering. Wij hebben dat niet. En dan staat daar uitkeringen aan asielzoekers. Heel goed. Ja, dat hadden wij ook. Werd ook tijd ook, want die mensen hadden bijna genoeg om van te leven. Joh. Ja. Dat echt, Ze kregen meer dan ik. Ja. Ja. Nou, als je daar nou eens over na gaat denken, maken wij het spelletje af. Nee, want het is binnenkort afgelopen. Ja, dat is waar. Zullen we voor door? Voor Raoul en Willem, gouden toekomst voor wat volgende eeuw? Gouden toekomst voor... computers? Nee. Internet. Gouden toekomst voor... Internet, ja. Internet. Schijnt internet... Laat maar kijken, dat is blijkbaar heel aandelen. Moeilijk. Aandelen. Gouden toekomst voor... ouderen volgende eeuw. Oh, Willem. Oh, hoera. Ja. Ga je het halen de dat volgende zit eeuw? Ik goed, ja. Ja, dacht je wel? Ja, ja, zeker. Ja, dan win je 1 miljoen, ga je dood. Dat is ook niks, hè? Nee, maar ik heb er goede regelingen voor. Voor Thomas en Sanne. Er komt een machtswisseling bij wat? De Tros. BZN. ze hebben één zo'n gitarist en die vind ik zo zielig. Die is altijd een beetje... Die staat ook altijd erbij alsof hij niet helemaal goed is. Op foto's en zo. Ja, echt. Op LP-hoesten dan zie je iedereen een beetje cool. En dan staat hij er...
Neem eens net de foto waar hij het lulligste is. Dus hij mag nou een keer gewoon op de voorgrond, mag hij het zeggen. Dat hij er leuk op staat, ja, ja. Goh, laat maar kijken, er komt een machtswisseling bij. NOS Sport. Wah, bijna hetzelfde. Maar ja, hetzelfde verhaal geldt voor Kees Jansma. Ja, als je niks leuks over zegt wel. Wat? Voor Raoul en Willem. Nee, hij vond het wel interessant. Zeg, als je niks leuks zegt wel. Ja. Ik vond het heel leuk. Verandering in het leven. Verandering in het leven van wat? Of wie? Willem-Alexander. Ja, dus zou kunnen. In 1998 trouwen waarschijnlijk. Verandering ja, in de kroonprins moet er dan staan. Want Willem-Alexander pakt kroonprins. Hoewel Jijntje Smit ook niet gek is. Die krijgt de baard in de keel hopelijk. Van in het leven van alle of dag. Iemand duwt me van een boot af. Maar ben jij wat er gebeurt? Nou, kom eens met je. Zal ik het zeggen, Willem? Ja, graag. You're dying to know. Verandering in het leven van Marco Bakker. Ach, jee, mijne was veel leuker. Ja, vond ik maar ook. Dat komt niet in de krant, hè? Marco Bakker. 1998 is het door en we kijken naar de eindstand. Ja. Het team van Thomas heeft nu al een voorjaarsdepressie. En 1998 wordt voor hun een rampjaar met 19 punten. Maar het team van Raoul gaat juichend het nieuwe jaar in en mag de overgebleven oliebollen opeten met 98 punten. Dat klopt. Met dank aan onze gasten naast Raoul, de altijd maar door kibbelende Willem Oltmans. En naast Thomas, Sanne Wallis de Vries. Gelukkig hebben we de onderschriften nog. Misschien dat de verliezers toch nog een klein helder moment hebben. Jullie foto? Nee, dat is onze foto niet. Dat is de onze. Schrijf bij die andere. Ja. Nou, je bent in de waar. Die komt ook. Hier is jullie foto. Ja. Oh, ja. Michael Jackson naar de wijk die van ons. Volgens mij is het iets van elektriciteitsaansluiting. Jeltsin bewijst dat hij al dood is. Daarom heeft hij maar, Jeltsin is namelijk al dood en daarom heeft die andere man een lapje, want hij stinkt gewoon, het is ontzettend. Nee, dat maar is hij moet heel steeds wordt hij aangesloten en dan moet hij weer ergens staan zo en dan komt hij zo en zet hij zijn bandje aan. Hebben jullie überhaupt gehoord wat ik zei? Ja, ik wel, maar er staat iemand aan mijn pink te drukken. Hoe kun je nou zeggen dat je het beter weet als je niet eens luistert wat het einde van mijn zin is? Stom antwoord, hij is niet dood, hij was gisteren op televisie. Ja, maar ik moet toch een onderscheid weten voor die foto? Gisteren was 31 december ja. En dat is het nu nog niet. Precies. 1 januari uitzending, dus dat weet jij helemaal niet. Oude nou, hij is voor nieuwjaar toch ook. Nee, laat hun even wat zeggen. Dus, technicus van staatstelevisie Rusland wijst Jeltsin subtiel op nare mondgeur. Rust! Het is allebei fout. Ja. En nu komt het. Oldmans wil liever zijn pacemaker die krijgt een nieuw batterijtje. Brullen. Vond hem heel leuk. Ja, nee. Echt. Ja, echt een wereldgrap. Hij heeft een elektrisch ding. Ja, ik heb gehoord. Onderschrift van de winnaars. Juist. Nou, en? Nu ben jij eigenlijk, zeg maar. Kijk, daar heb je hem. Doe maar zeggen. Ik weet hem. Je ziet namelijk daar rechtsonder zie je een man kijken. Heel klein, ziet er een man te kijken. Prins Klaus verpest op brute wijze foto van man die over een muurtje kijkt. Nee, maar je weet best dat dat anders zit. Ja. Of het is Prins Klaus, verdomd moeilijk, zegt die videohandleiding. Klaus, nee, dus Klaus barst in lachen uit bij een nieuw boek Willem Oltmans. Dat overigens volgende week uitkomt. En dit is een lachbuit van Klaus, hè? Vergis je niet. Brullen. Mijn goede voornemen voor 1998 is vrede op aarde en in de mensen hun welbehagen. Zo, nou jullie. Oh, gelukkig 1998 en tot ziens. Ja. Ja. Ziens. Nu moet u even wat tijd uittrekken, want nou gaat Willem Oltmans wat zeggen. Nee hoor. Dus zeg maar tot 1999. Ik vind gewoon, dat is het grootste cliché, maar dat is gewoon echt zo. Gewoon dat je gezond blijft. Mm-hmm. Dat vind ik echt. Heel mooi. Oh, het was de bedoeling dat we een voornemen. Wel, nee. Oh. Wil je wat zeggen, Willem? Nee, dank je. Nederlands volk? Eén keer hou ik mijn mond. Heel graag. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van Dit Wordt Het Nieuws. Maar niet voordat we hebben gekeken naar de foto's van het komende jaar.
Ik leg je nog één keer uit. Ik heb zelf ontslag genomen bij Barcelona. En jeugdtrainer bij RBC is wel een uitdaging. Wim Kok wil paparazzi met gelijke munt terugbetalen. Marco Borsato zit Leontien Ruiters de avond voor de bruiloft voor het eerst zonder make-up. Els Borst telt alle leden van D66. Het begon met schaap Dolly en het eindigde in een nachtmerrie. Dit wordt het nieuws. Goedenavond.